Okay, just as taking up my role as moderator. So welcome to the DataDate event, Privacy in Smart Cities. We have a nice panel, and I'm just now wondering, you want to introduce the content, I assume, of the panel. So let me just introduce then the people that are going to speak here. So first of all, it will be Professor Peggy Valke from the University of Leuven, who will briefly introduce the topic to us today. Then we have two speakers that are the authors, the co-authors. I need to speak Dutch, English. I'm assuming now. Yeah, yes. I thought you were going to do the English part and I'm talking Dutch. Continue, it's fine. Okay, I will do the English then, it's a good idea. So the two co-authors of the report are also here with us, Gerard Hopster and Anja Maidrent. We have the chair of the Data Protection Agency, the Gegevensbeschermingsautoriteit, David Stevens from dus de GBA from Belgium. We have Hans Groe, okay, voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie. Difficult to translate that in English. And we have my colleague Rob Heijman, coordinator of the Knowledge Center Data and Society. And myself, Joe Pearson from the VUB. So I now give the floor to you then, Peggy, to give the introduction in Dutch. Thank you, Leo. Goedemiddag iedereen, hier in de zaal, maar ook aan de andere kant van het scherm. Jullie missen hier iets. Het wordt hier heel gezellig. Er zijn hier ook drankjes. Die kunnen we jullie thuis helaas niet aanbieden. Maar we zijn desalniettemin heel blij dat jullie het debat zullen volgen en bij ons zijn. En wie zijn wij? Ik heb het genoegen om jullie te mogen verwelkomen in naam van twee teams. Enerzijds het team van het Kenniscentrum Data en Maatschappij. Hier vertegenwoordigd door professor Ballon. Zwaai eens eventjes, alsjeblieft. Rob Heijman, de coördinator van het Kenniscentrum, en mezelf. En anderzijds het Spectre-team. Wat is Spectre? Spectre is een SBO-project. Dat staat voor Strategisch Basisonderzoek, gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. En dit is een project dat echt als scope heeft, of als focus, het onderzoeken van privacy-vraagstukken in Smart City, de Smart City-context. We werken daaraan met een interdisciplinair team van eigenlijk drie disciplines. Juristen van aan de KU Leuven, CITIP. Ellen is onder meer onderzoekster binnen het team. Maar ze is hier niet aanwezig, sorry. Maar Athena. Hallo, Athena. Dus Athena verricht doctoraatsonderzoek in de context van het Spectre-project. Dan hebben we naast de juristen ook communicatiewetenschappers van VUB Smit, die in het team betrokken zijn onder supervisie van professor Jo Pierson. We hebben Jonas, ja, there you are. En dan hebben we als derde discipline de collega's van economie, vertegenwoordigd hier door Caroline Butz. En we hebben Laurens, de doctoraatsonderzoeker van het team, ook bij ons. Dus in naam van het Kenniscentrum Data Maatschappij enerzijds en het Spectre-team heet ik jullie, het publiek van harte welkom, maar natuurlijk ook onze sprekers. En we leggen vandaag in deze DataDate de focus op het rapport van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens dat heel recent in de zomer verschenen is. Dat is wel indrukwekkend dat jullie midden in de zomer eigenlijk zo'n fabelachtig rapport doen verschijnen. Het rapport behandelt eigenlijk een aantal privacy kwesties in de Smart City context. Verwerking van persoonsgegevens bij Smart City toepassingen. Dus data die onder meer door sensoren of door camera's in de straat worden verwerkt. Hoe gaan steden om met de privacy van hun burgers? Hoe worden technologieën ingezet om bepaalde persoonsgegevens te capteren en wat betekent dat voor privacy? En nu in het rapport zijn eigenlijk heel veel aanknopingspunten of links met wat we binnen het Spectre-project ook behandelen of bekijken. Zoals hoe ga je eigenlijk een Data Protection Impact Assessment of in het Nederlands een gegevenseffectbeoordelingsanalyse uitvoeren in een context waar je publieke, private actoren, hoe betrek je burgers daarbij? Dus dat zijn een aantal zaken die in het rapport van de collega's van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens aan bod komen en waar wij ook binnen het Spectre-project onderzoek naar doen. Nu, die technologie is niet al... Is, is, ja,
uiteraard niet alleen, we mogen niet te veel doemdenken, hè, dus de technologie is niet alleen maar slecht, kan heel veel nuttige toepassingen, inzicht in mobiliteitsstromen, inzicht in hoe mensen hè, zich bewegen in de stad of wat ze doen in de stad of in de gemeente. Dus daar zijn heel nuttige toepassingen, maar hè, we mogen niet naïef zijn. En ik citeer graag een van de auteurs van het rapport, waar ze zegt, je verwacht een zekere mate van anonimiteit als je op straat loopt. Maar in werkelijkheid hangen er steeds meer camera's en sensoren van gemeenten, maar ook van bedrijven, die je registreren of volgen. En soms zonder dat je het meteen doorhebt. De recente controverse naar aanleiding van de camera's in de stad Leuven, waar ik zelf vandaan kom, met het oog op het kijken hoe mensen sporten en hoe de stad tegemoet kan komen aan de noden van mensen wanneer ze sporten. Dus die controverse daar rond illustreert eigenlijk mooi van ja, wat moeten we daar nu mee met die technologie? De onzekerheid die daarover heerst en hoe gaan we dat op een nuttige manier inzetten zonder dat het de privacy volledig ondermijnt. Dus we gaan eerst het woord geven aan de auteurs van het rapport. Ze zijn hier bij ons, Anna Meij Drent, jurist en senior inspecteur bij de afdeling Systeemtoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens en mede-auteur Gerald Hopster, criminoloog en ook senior inspecteur bij de afdeling Systeemtoezicht van de AP. Vervolgens gaan we jullie in debat laten treden met, zoals Jo al aangaf, de Belgische, Vlaamse collega's. Dus we hebben enerzijds dokter David Stevens, de voorzitter van de Belgische GBA, of Gegevensbeschermingsautoriteit bij ons. En anderzijds Hans Groo, voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie. En jullie zullen het mij vergeven dat ik met gepaste trots toch ook even meegeef dat zij allebei aan onze onderzoeksgroep verbonden zijn geweest gedurende een aantal jaren. Dus ze komen uit een goede stal, hè, als ik het zo mag zeggen. Rob Heijman is ook deel van het panel en zoals ik al zei, coördinator van het Kenniscentrum Data en Maatschappij, maar ook sinds meerdere jaren ook onderzoeker bij IMEX, MIT, VB, waar hij onder meer rond privacy gewerkt heeft. Herinner u Rob het MSOC-project rond privacy in sociale media, waar we ook samen bij betrokken waren. Dus die samenwerking gaat al lang mee en we zijn verheugd dat hij nog zo goed draait en we hopen dat hij nog heel veel jaren mag meegaan. Dus daarmee heb ik denk ik het voornaamste topic toegelicht, ook toegelicht wie er straks in het panel zit. En dan rest mij alleen nog het woord terug te geven aan... Nee, eerst gaan we de collega's van de AP aan het woord laten. Maar ik wou ook graag iedereen die volgt vanaf het scherm oproepen om uiteraard aandachtig te volgen, maar straks ook vragen te stellen. Jullie zullen daartoe ook de gelegenheid krijgen. Dus het is niet de bedoeling dat we hier een onderrondje gaan houden. Als jullie vragen hebben of opmerkingen, krijgen jullie daartoe straks de kans. Ik denk dat ik de slide had moeten naar voren of eentje verder klikken. Maar alles wat hierop staat, heb ik denk ik gezegd, open discussie. En dan komt er een informeel netwerkmoment voor de mensen hier aanwezig. En we hopen dat de mensen thuis, zou zeggen, drink er dan ook een op ons gezondheid. Maar de drank is, moeten jullie zelf voor zorgen dan. Mag ik dan de collega's van de AP uitnodigen? Jonas, can you help me to switch? How do I get their presentation? Yes. Wonderful. Fantastisch. Altijd goed als de technologie mee zit. Nou, dank allemaal en voor deze mooie introductie ook. Ik spreek ook namens mijn collega Gerald alvast dankwoord uit dat wij zijn uitgenodigd voor deze Data Date. Ik vind het een heel mooi initiatief ook, het kenniscentrum. Wat spreekt over AI en de maatschappelijke gevolgen en data. Ik denk dat dat een heel mooi initiatief is. Mooi om de samenwerking ook te zien met het onderzoeksveld. Geeft ook ons weer inspiratie. Dus ik ga van harte ook in op deze uitnodiging. En met de mensen thuis en de mensen hier aanwezig fysiek het gesprek aan.
Ik zal kort even uitleggen waar wij jullie komende, nou pak een beetje half uur in meenemen. We gaan eerst even heel kort iets stellen over ons. Dat zullen we natuurlijk heel erg kort houden, maar het hoort er wel altijd een beetje bij, vind ik. Dan gaan we iets vertellen over het onderzoek, met name wat onze doelen waren, hoe we dat onderzoek hebben aangepakt en ja, welke definitie van smart city we eigenlijk hanteren, want dat is nogal een containerbegrip. Dan gaan wij verder iets vertellen over de aanbevelingen die we hebben gedaan in ons rapport. Dat zal mijn collega Gerold straks iets meer over vertellen. En uiteraard is er ruimte voor vragen en uiteraard ook in het debat. Dan trap ik even af met ja, heel kort iets over de AP. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens. Dat is natuurlijk een enorm toezichtsveld, hè, bescherming van persoonsgegevens. Van Tesla tot de gemeente Amsterdam, de bakker om de hoek tot de grote techbedrijven. Het is eigenlijk verwerkt elke organisatie wel persoonsgegevens. En dat ja, is een groot toezichtsveld en dat ontwikkelt zich ook heel snel als gevolg van digitalisering. De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is daartoe uiteraard het belangrijkste kader. Waar wij ook toezicht op houden. Wij krijgen ook vaak de vraag, hè, systeemtoezicht, daar werk jij, maar wat betekent dat eigenlijk, systeemtoezicht? Nou, een hele terechte vraag, denk ik. Systeemtoezicht gaat eigenlijk uit van het toezicht op de bestaande zelfregulerende systemen binnen sectoren en organisaties. Hè? Bijvoorbeeld binnen de energiesector, binnen de zorgsector, binnen de overheidssector. Werk je allemaal met zelfregulerende systemen op het gebied van privacy. En ook binnen organisaties, denk aan de functionaris voor gegevensbescherming, het opstellen van privacybeleid, PDCA-cyclus. Dat is eigenlijk waar wij dan toezicht op houden. We gaan ervan uit dat organisaties dat zelf organiseren en daar houden wij ons toezicht op. Dus we gaan ook uit van het principe dat organisaties en sectoren met eigen kennis de open normen van de AVG interpreteren en toepassen. En dat eigen interne toezicht, dat is dus ook nodig om die normen goed te kunnen interpreteren. Wij krijgen dan ook vaak de vraag als toezichthouder, ja, wat kan en mag? Daar kunnen wij dan dus ook geen antwoord op geven, omdat wij ervan uitgaan dat organisaties en sectoren dat zelf invullen. Zij hebben immers de kennis over die specifieke omstandigheden van het geval. Nou, straks kunnen wij ook nog meer toelichten hoe wij daar als AP nog tegenaan kijken. Wij hebben een focus opgesteld bij de AP. Dat heet dataprotectie in een digitale samenleving. Smart cities is een van die focusgebieden van de AP. Je ziet hem eigenlijk bij het kopje digitale overheid. Maar hij hangt ook heel nauw samen met het kopje wat links staat, datahandel. Daaronder valt namelijk ook Internet of Things. En het heeft natuurlijk ook veel raakvlakken met artificiële intelligentie en algoritmes. Dus het valt eigenlijk binnen al die bolletjes wel een beetje. En de reden dat Smart Cities onderdeel is van de focus is ook niet zomaar gekozen. Hè. Het werd net al gezegd. Met Smart City toepassingen kun je worden gevolgd of geïdentificeerd zonder dat je het eigenlijk weet. Je weet niet waar die sensoren zitten en je kunt je er bovendien ook niet zeggen van nou, ik wil er geen onderdeel van uitmaken. Want je leeft in een stad en je kunt niet zeggen in die stad van nou, ik wil dat niet. Je kunt er met een grote boog misschien omheen lopen, maar dat wordt op een gegeven moment misschien ook alweer heel lastig. Maar het gaat ook om meer dan dat. De openbare ruimte moet ook een plaats zijn waar iedereen zich vrij voelt om in te bewegen. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van vergadering, vrijheid en vereniging en andere rechten die de basis vormen, hè, van onze democratie, die kunnen in het geding komen als die openbare ruimte stelselmatig in de gaten wordt gehouden.
Mede om die reden hebben de AP en ook andere toezichthouders, ik kijk ook even naar onze Belgische collega's, ook gepleit voor bijvoorbeeld een verbod in de AI-verordening op gezichtsherkenning en vergelijkbare technieken zoals stem- en bewegingsherkenning. En tevens voor een verbod op inzet van AI-systemen die mensen indelen in groepen op basis van etniciteit, geslacht, seksualiteit of politieke voorkeur. En nou ja, kunnen gemeenten misschien denken van nou, zo ver zal het bij ons niet komen. En nou, moet ook toegeven, in het kader van ons rapport hebben wij ook onderzoek gedaan naar waar steden zich op dit moment mee bezighouden. In het kader van Smart Cities. We zijn daar gelukkig niet overladen door allerlei dystopische technische toepassingen, gelukkig. Maar dat betekent niet dat we met z'n allen achterover kunnen leunen en denken het komt allemaal goed. Wij zullen daarom wel ook aandacht besteden aan de aanbevelingen die wij hebben gedaan in het kader van ons onderzoek. Nou, allereerst, wat is het doel geweest van het onderzoek? Het heeft eigenlijk meerdere redenen. Uiteraard gewoon een beeld krijgen. Hoe staat de Smart City in Nederland ervoor? Welke persoonsgegevens worden daarbij verwerkt? Dat was echt voor ons. Wij wilden daar gewoon een beeld bij krijgen hoe dat eruit ziet in Nederland. De DPIA, ik weet niet hoe die in België wordt genoemd, maar wij noemen hem DPIA. Ik denk dat de term bekend is. Wat zegt hij? Ja, precies. Ja, we horen ook wel eens in Nederland de GEP voorbij komen, maar nou, we bedoelen denk ik hetzelfde. Om ook te kijken hoe die wordt ingezet door steden als zij met Smart City toepassingen aan de gang gaan. Zijn steden daar actief mee bezig of nou, wordt het meer gezien als een moetje? En ook de voorafgaande raadpleging, die zullen we hier niet uitgebreid ter sprake laten komen, maar ook een instrument uit de AVG. Om die ook onder de aandacht te brengen. De best practices en verbeterpunten verzamelen en delen over risicoanalyses bij Smart City toepassingen. En de rol van de functionaris voor gegevensbescherming ook onderzoeken. Ja, en meer in den brede privacyvriendelijke innovaties stimuleren. Het doel was uitdrukkelijk niet om handhavend te gaan optreden of boetes uit te delen, maar juist veel meer om de juiste toepassing van de AVG te stimuleren en te bevorderen. En ik denk dat dat wel een redelijke noviteit is voor ons, dat wij ook wel breder hebben gekeken dan echt die harde, ja, noem ik het maar even, bepalingen, juridische bepalingen uit de AVG. We hebben ook echt gekeken naar bijvoorbeeld de rol van de gemeenteraad, gemeentelijk beleid en ook ethische vraagstukken. Nou, hoe hebben we ons onderzoek uitgevoerd? We hebben 12 gemeenten onderzocht. Die hebben we zeg maar in 2 rondes, zal ik maar zeggen, bevraagd. De eerste groep was een groep van 5 gemeenten in de meer stedelijke gebieden. En de tweede groep was een groep van 7 gemeenten met een meer diverse ligging en verschillende samenstellingen in Nederland. Er is gekozen voor een groep waarbij gemeenten zich echt hebben geprofileerd met Smart City beleid. Maar we hebben ook gekozen voor een groep die dat juist niet had. Maar die wel een doorsnee gemeente in Nederland representeerde. Bij deze 12 gemeenten hebben we een overzicht gevraagd van de Smart City toepassingen die zij inzetten in de gemeente. De bijbehorende DPIA's als zij die hebben. En er is gevraagd om een vragenlijst in te vullen die ook terug is te vinden in het rapport. En op basis daarvan hebben we in een aantal gevallen ook vervolgvragen gesteld. En interviews ook gehouden met wethouders, ambtenaren en FG's. En ook hebben we enkele experts uit de wetenschap en de praktijk geïnterviewd, waaronder ook de mensen hier in de zaal, Jonas en Athena, die ook input hebben geleverd op basis van hun wetenschappelijke achtergrond.
Nou, we zijn het onderzoek Vol Goede Moed gestart in 2019. In 2020 brak corona uit, ook uiteraard in Nederland. Dat heeft wel behoorlijke impact gehad op ons onderzoek. Anderzijds heeft het ook wel heel veel nieuwe inzichten opgeleverd, moet ik zeggen. In Nederland schoten bijvoorbeeld door de coronamaatregelen de druktemeters als paddenstoelen uit de grond. Ongetwijfeld in België dat ook is gebeurd. Maar zo zie je toch hoe die smart city toch ook wel weer is benut als praktijk voor allerlei nieuwe toepassingen die op voorhand niet waren voorzien. Dat levert weer interessante vraagstukken op het gebied van doelbinding bijvoorbeeld. Maar het is toch wel interessant om te zien hoe het ook na corona, of dat zal blijven. Of het voor andere toepassingen zal worden ingezet. Ik hoor daar veel verschillende verhalen over. Sommige steden die zeggen nee, wij gaan hier afbouwen. Andere steden die zeggen nou, we vonden dit wel interessant, de data die wij hebben vergaard. Maar we willen daar nog wel, voor bijvoorbeeld in het kader van horeca, nog wel verder op voortbouwen. Nou, dat levert interessante vraagstukken op, waar we de komende tijd ongetwijfeld nog mee worden geconfronteerd. Zoals ik al zei, Smart City is echt een containerbegrip. Dat herkennen denk ik de meeste mensen hier en thuis wel. Het was daarom voor ons in het begin ook nog wel even een zoektocht van wat verstaan wij eigenlijk onder Smart Cities. We hebben het daarom ingekaderd tot hetgeen is te lezen op de slides. Het gaat om het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens over of in de openbare ruimte. Door de inzet van sensoren, technologie of andere toepassingen om inzicht in of analyse mogelijkheden over de openbare ruimte te verkrijgen of sturing van de openbare ruimte mogelijk te maken. Nou, je kunt je voorstellen dat is een heel breed, hele brede scope en dat is het ook. We hebben in ons onderzoek ook echt van alles voorbij zien komen. ANPR-camera's voor het scannen van kentekens. Apps voor stoplichten, bodycams, geluidssensoren, slimme afvalbakken, vele technieken voor het in kaart brengen van passanten en verkeersdeelnemers, nou, et cetera, et cetera. In zijn algemeenheid hebben we uiteraard gezien dat de grote gemeenten echt wel verder waren met meer innovatievere toepassingen dan de kleinere gemeenten. En wat betreft het doel van die Smart City toepassingen waren eigenlijk voornamelijk gericht op mobiliteit en veiligheid. En uiteraard is het rapport ook gericht op gemeenten. Dan draag ik nu heel graag het stokje over aan mijn collega Gerald, die nu verder ingaat op de aanbevelingen uit ons onderzoek. Dank. Ik ga nog wel heel even terug naar de vorige slide. Iets grappigs wat we ook tegenkwamen was dat bijvoorbeeld slimme nestkastjes terug zagen komen. En andere toepassingen die gericht waren op de natuur, wat de existentiële vraag opriep. Wanneer vallen dieren onder de GDPR en vallen ze daar wel onder? Nou, dat hebben we maar even niet beantwoord in het rapport. Maar het is wel een mooie. Een andere die hier op staat is persoonsgegevens, staat persoons tussen haakjes. Dan komen we meteen eigenlijk bij het volgende punt. Wanneer zijn het persoonsgegevens en zijn het persoonsgegevens? Er wordt al relatief snel gezegd bij gemeenten, maar dit zijn geen persoonsgegevens. Of het is niet de bedoeling dat dit persoonsgegevens zijn. Daar zijn we helemaal niet op uit om dat te verzamelen. Maar je moet je afvragen, is dat wel zo? Verwerken wij niet toch persoonsgegevens? Soms per ongeluk, soms expres. Belangrijker daarbij is dus de doelbinding inderdaad. Waarvoor verzamel je die gegevens? En dus inderdaad, zijn het die persoonsgegevens? Die twee die gaan best wel hand in hand. En je ziet heel vaak dat daar problemen ontstaan. Dus voor welk doel ga je die gegevens verzamelen? Dat vergt een hele gedegen analyse in het begin. Want het vergt dat je stilstaat en kijkt, wat gaan wij bereiken als we deze gegevens verzamelen? En op welke manier gaan we dat dus doen? En vervolgens vergt het ook dat je jezelf verbindt aan dat doel. Dat is de doelbinding zoals die overal is vastgelegd. Dus ga je inderdaad die camera's inzetten voor dat ene probleem? Of zie je zelf ineens over 2 jaar terug dat het blijkt dat het voor een heel ander probleem is ingezet? Dat is iets wat we best veel hebben gezien. Maar dat is ook heel problematisch.
Rechtmatigheid. Het is een hele makkelijke om hierop te schrijven. Rechtmatigheid klinkt heel simpel. Je moet simpelweg aan de wet voldoen. Als je aan de wet voldoet, is het klaar. Maar als gemeente is het nog best lastig. Als gemeente heb je een algemeen doel. Een doel om al je burgers te beschermen, om alle openbare ruimte te beheersen voor je burgers. Maar alles wat je doet, als het op een wet gebaseerd is, moet exact zijn. Het moet precies zijn omschreven dat wat jij doet, dat het mag. Dat is best lastig. En gemeentes worstelen daar soms ook wel eens mee. Niet altijd onterecht. Dat kan ook best wel heel lastig zijn als je niet specifiek weet, ik heb een probleem, ik wil het oplossen, maar ik weet niet zeker of dit kan. Dan is dus die interne organisatie heel erg van belang. Heb jij een FG die je kan informeren? En kun jij bijvoorbeeld eventueel uiteindelijk dus ook bij de autoriteit terecht om te vragen, hebben we hier nou een probleem? Of ja, wat is hier nou punt precies? Dan de proportionaliteit. Dit is iets waar wij veel problemen hebben gezien. Staat wat je doet in proportie tot wat je eigenlijk wilt bereiken? Is dit proportioneel? Nou, eigenlijk zie je dat technologie is heel interessant. Technologie is iets wat ons verder kan helpen, absoluut. Maar soms wordt het ook bijna verheven tot een soort geloof dat technologie en data alles kan verbeteren en alles in orde kan maken. Dat is niet altijd zo. En het experimenteren daarmee is niet per se verkeerd. Maar je moet heel goed nadenken of dat wel in proportie staat met de grondrechten van burgers die je daarmee schaadt. Dat ja, die pauze inlassen om daarover na te denken, het gebeurt heel vaak niet. Dat is echt een probleem. Dan de subsidiariteit. Die is heel simpel eigenlijk. Kun je dit doen met minder ingrijpende maatregelen? Dus ja, wij kunnen bijvoorbeeld drones boven het marktplein laten hangen en meten hoeveel mensen daar zijn. Je kunt het ook vragen bij degene die bij de ingang staat. Als er een ijskoelkraam staat, kun je iemand het nummer geven van de stadswacht. Als het te druk wordt, bel even. Het is een heel simpel voorbeeld. Maar er zijn soms echt alternatieven die veel makkelijker, veel simpeler zijn en ook minder ingrijpend. Daar moet je echt over nadenken en in principe moet je die gewoon gebruiken. Dus dan kan technologie niet altijd een optie zijn. En evalueer uiteindelijk ook of het heeft gebracht wat je wilde dat het bracht. Heb je dat doel ook wel echt behaald? En zijn er fouten geweest onderweg? Heb je misschien meer rechten geschaad van betrokkenen dan je dacht vooraf? Dus dat is een belangrijke. Een voorbeeld hierbij is gemeente Enschede, een casus die wellicht bij jullie ook bekend is. Hier hebben wij een boete opgelegd omdat zij personen, dus individuen, volgden met meeskastjes door de binnenstad om vast te leggen hoe druk het was in de binnenstad. Hun bedoeling was, zeiden zij in ieder geval, niet om vast te leggen wat individuen deden, maar omdat individuen het volgen waren, verzamelden zij persoonsgegevens. Dat hebben zij niet goed geregeld, daarvoor hebben zij een boete gekregen. En dat veroorzaakt ook veel onzekerheid, zien wij in Smart City initiatieven. Hoe gaan we dit doen? Dat is onze reden om te kijken, kunnen we met dit rapport meer houvast bieden? Niet op wat mag, want we hebben al gezegd, we kunnen dat niet per project zeggen. Maar wel, welke stappen moet je ondernemen om te bepalen wat mag? En daar kom je bij die, zoals wij hem dan noemen, de DPIA. Het is een heel mooi instrument. Het is een instrument wat ervoor kan zorgen dat jij compliant bent in de praktijk. Dat je vastlegt wat je doet, maar ook dat je vooraf zelf nadenkt. Wat doe je precies? Op welke manier ga je dit doen? Hoe richt je dit proces in? En we zien dat die kant eigenlijk nog te weinig gezien wordt. Het is heel vaak een moetje. Wij moeten dit doen. We moeten dit vastleggen. Wanneer doen we dit? Liefst zo laat mogelijk. Probeer het te gebruiken als een instrument om het meteen te doen. Om te starten met die DPIA. Dus dat maakt eigenlijk dat systeem van compliance mogelijk. Niet wij als toezichthouder die bij elke stap die jullie zetten op de stoep staan en zeggen, oh, mag dit wel, kan dit wel? Maar dat jullie zelf die vragen stellen. Dat is het belangrijkste. Wat we ook zien is een misvatting dat als je een pilot, proefproject, proeftuin, wat dan ook doet, dat je dan niets hoeft vast te leggen. Want het is immers een proef. Dat is niet zo. We hebben ook op onze website nu staan, voor ons bestaat het woord eigenlijk niet. Zo gauw jij persoonsgegevens verwerkt, moet je alle waarborgen naleven. Dus moet jij die DPIA doen? Moet jij FG betrekken? Moet je alles doen wat nodig is? En als het een proef is, ja, je kunt net zo goed de rechten van betrokkenen schenden als het een proef is, dan als het geen proef is. Dat maakt voor die betrokkenen niet uit. Dus heel vaak is dit verplicht, ook bij een pilot. En juist bij een pilot is het interessant om dit vast te leggen en te kijken waar wil ik naartoe? Wat is het doel? Kan ik dat bereiken? Dan wat ik eigenlijk al zei, zo vroeg mogelijk uitvoeren, maar werk hem ook bij. Techniek kan veranderen, databases kunnen verschuiven, je kunt andere dingen met data doen, data kan gecombineerd worden.
zorg dat die bijgehouden wordt. Dat is gauw ook maar iets veranderd, dat je weet, oké, er is hetzelfde risico of het risico is gewijzigd. Dat is heel belangrijk. Dan de functionaris voor gegevensbescherming. Is niet verantwoordelijk voor die DPA dat die gedaan wordt. Dat is de verwerksverantwoordelijke zelf. Maar het is wel iemand die kan helpen bij het proces. Die intern ook kan kijken, doen we dit goed? En uiteindelijk ook zijn of haar handtekening onder die DPA moet zetten. Omdat diegene advies geeft. Dus dat is heel belangrijk hiervoor. Dan, wat zijn we eigenlijk aan het doen met die smart cities? Wat we aan het doen zijn, is een stad, een publieke ruimte bouwen en vormgeven en verder ontwikkelen. Waarmee wij als samenleving, dus als burgers, goed kunnen leven. En hoe drukker een stad wordt, hoe meer mogelijkheden er zijn, hoe meer ingegrepen moet worden. Dat klopt. Maar die burgers staan wel centraal hierin. Maar we zien in smart city projecten dat eigenlijk niet terug dat die burger centraal staat. Heel vaak wordt die burger eigenlijk zelfs vergeten. We zien dus dat ze heel weinig of niet betrokken zijn in de projecten die we hebben gezien. Terwijl dat eigenlijk wel zou kunnen en soms ook echt zou moeten. Want als jij die risico's in kaart gaat brengen, moet je weten wat die risico's zijn. Niet voor jou als stad, maar voor de burgers in die stad die door die slimme openbare ruimte lopen. En om dat te weten, wij zien eigenlijk niet hoe je dat doet zonder dat je die burgers vooraf vraagt, wat vind je hiervan? Wat zijn jouw risico's? Dat staat ook in de AVG zelf. In het GDPR wordt ook aangegeven dat dat in sommige gevallen verplicht is. En voor smart cities denk ik dat je daar eigenlijk niet aan ontkomt. En als je het goed en slim wilt inrichten, dat ook helemaal niet moet willen. Ga vooraf met die burgers in gesprek. Kijk waar de risico's zitten. Probeer ook alle burgers daarbij te betrekken. Heel moeilijk, maar het is wel iets om vooraf weer na te denken. En zorg dat ze dus ook een plekje krijgen in die DPA. Geef gewoon aan, dit zijn de risico's die we vorig hebben bedacht. Dit zijn de risico's die we hebben opgehaald. Dit is hoe we ermee omgaan. En hoe je dat exact doet, dat verschilt per gemeente, per soort project, per burgers. Wij kunnen ook niet zeggen, dit is het stramien waarin je dat moet doen. Dan krijg je heel vaak die vraag, hoe moeten wij een DPA doen? Geef ons een checklist, dat kan niet. Ik heb een keer grappend gezegd, al schrijf het in bloed op de muur, maakt mij niet uit. Als je uiteindelijk maar eentje hebt die werkt, die controleerbaar is en die voor jullie alles in kaart brengt. En dat mag van alles zijn. Dus wij willen dat niet vastleggen, want elk project is totaal anders. Maar doe dat wel in de DPA. Zorg dat ze erbij zijn. Dat kan ook soms via de gemeenteraad. Maar we zien dat die gemeenteraad ook niet altijd betrokken wordt. Dus soms worden ze informatie onthouden of worden ze niet in een vroeg stadium erbij betrokken. Wordt niet gezegd wat de afwegingen zijn. Of ze hebben niet altijd de kennis van technologie, kunnen dat niet opdoen. Er zijn allerlei problemen hier, maar dat is wel waar de kennis zit. Dat is de eerste stap van kennis. De tweede is echt naar de burgers zelf toe gaan. Dus daar zou veel meer mee gedaan kunnen worden. En ik denk ook veel meer gedaan moeten worden. Dan een ander punt wat we tegenkomen, en dit vind ik zelf een hele interessante. Dat is dat we zien dat gemeenten soms onzeker zijn over wat er binnen een eigen gemeente gebeurt. We hadden het al over allerlei organisaties die sensoren ophangen. We hebben natuurlijk ook de politie in Nederland, de Rijkswaterstaat, de beheerder van de grotere openbare ruimtes, die allerlei projecten heeft. En soms weten gemeenten niet precies wat er nou echt plaatsvindt. Maar ze hebben wel de wens om dit te reguleren. Dat was iets wat voor mij persoonlijk heel positief was. Dat ik merkte dat gemeentes wel het in de hand willen houden. Heel veel moeite hebben om dat te kunnen doen. Wat wij hebben gezien is dat dus een aantal gemeentes in Nederland een sensorregister zijn begonnen. Of in ieder geval in het stadium zijn van dit ontwikkelen. En dat is een van de methoden voor die gemeente om in kaart te brengen welke sensoren bevinden zich in de gemeente. Het kan echt van alles zijn. Luchtvervuiling, camera's, de gekste dingen. Alles kun je daar in principe inzetten. Het is aan jou als gemeente om te bedenken wat je wilt. Maar wat hebben wij binnen onze gemeente wat iets van onze inwoners meet of persoonsgegevens verzamelt? En hoe kunnen wij daar mee omgaan? Omdat de burger naar de gemeente gaat als ze iets zien of ze denken dat er iets is. Zij zien vaak helemaal niet of ze denken niet dit is van de politie. Of dit is van de beheerder van deze openbare ruimte of van het winkelcentrum. Dat weten ze heel vaak niet. Dus dat is een van de redenen dat het heel interessant is om dit te doen. Die gemeente is ook degene die verantwoordelijk is voor heel veel van de verwerkingen. En je ziet ook dat zij langzamerhand het besef krijgen dat zij dus ook die hoede zijn. Niet alleen van die publieke ruimte, maar ook van de publieke waarden die erbij horen. En privacy is één van die waarden die beschermd zou moeten worden. Dus dat is een
een hele interessante optie. Je ziet ook dat het per gemeente verschilt of hier behoefte aan is. Ik kan me voorstellen dat de kleine plattelandsgemeente, ja, die weet dat er 3 camera's hangen ergens in een steegje misschien en dat is het. Prima. Maar zo gauw je grotere steden hebt, wordt het heel snel heel onoverzichtelijk. En wil je toch dat transparantie kunnen bieden aan bewoners. En ook kunnen laten zien wat gebeurt er. En zelf weten of er partijen misschien actief zijn in je gemeente waar je niet vanaf wist. Of waarbij vergunningen op een andere manier worden ingezet. Daar zie je ook dat er af en toe wat randen, rafelranden van wetgeving zichtbaar worden. Maar het is nog heel lastig om te bepalen, is wetgeving nou nog steeds toereikend of zien we gaten ontstaan? Daar zijn we zelf ook nog niet helemaal uit. En gemeenten worstelen daar best wel mee. Je kunt dus als gemeente zeggen, ik wil een meldplicht voor sensoren. Ik wil dat je bij me meldt alle sensoren die in de openbare ruimte iets meten, registreren, et cetera. Ja, dan is de vraag, als gemeenten dit op zichzelf doen, hoe gaan zij om met de controle daarvan en welke rol speelt de toezichthouder? Dit is iets wat heel erg in ontwikkeling is. We zien ook heel erg dat gemeentes hierbij elkaar opzoeken in Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland is hier ook bij betrokken. En daar wordt gekeken hoe zij hier vorm aan kunnen geven. Wij willen eigenlijk alleen maar zeggen, heel goed idee om dit te doen. We zijn op zichzelf niet betrokken nu. Maar we hopen wel dat dit eigenlijk meer gemeentes aanzet tot nadenken. Wat gebeurt er in mijn stad, in mijn gemeente? Wat gaat er precies gebeuren in de toekomst? Kunnen wij hier controle houden? Of zijn wij niet altijd meer in controle? En worden onze burgers dus ook betrokken bij iets wat wij niet weten of niet willen? Dus dat is een interessante ontwikkeling. Afsluitend zien wij dus dat er veel interessante ontwikkelingen zijn in smart cities. Het is veel meer gefragmenteerd nog dan we vooraf dachten. We dachten dat het meer een omvattende visie zou zijn, omvattende projecten. Het blijkt heel versnipperd te zijn. Heel veel kleine projecten. Die kleine projecten op zichzelf kunnen soms onschuldig lijken. Maar wat we zien is dat als je ze samenvoegt, er een geheel bestaat dat heel snel onbeheersbaar kan worden. En dat het vaak meer is dan de som der delen. En dat risico, dat wordt nog niet altijd onderkend, wordt nog niet altijd gezien. En dat willen wij vooral ook eigenlijk benadrukken hiermee. Kijk naar het grote geheel. Kijk wat je doet als stad of gemeente. En kijk dus niet alleen naar elk deelprojectje, maar ook wat krijgen wij binnen onder de noemer Smart City, alle data bij elkaar. Is dat eigenlijk verantwoord? Kunnen wij daarmee omgaan? En zijn onze burgers daar ook blij mee, tevreden over? En worden die daar voldoende in beschermd? Nou, daar zien we nog best wel een aantal vragen. En ik hoop dat we daar eigenlijk straks ook in het panel verder over kunnen praten. Dus dit is voor nu de presentatie. Dank. Oké, dank jullie wel voor deze heel duidelijke toelichting omtrent het rapport dat jullie opgemaakt hebben. Ik geef nu graag de vloer, lijkt ze zeggen, of het woord aan de panelleden, ja. Misschien looking at my colleague. Eerst het woord aan David Stevens, voorzitter van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ik zal hem op de 9 zetten. Dan kan ik nog afronden. De monitorisatie van. Zeker. En dat je moet dus in de opgeven. Ah, nee, dus het is goed. Ja, staan dan, circuleert mijn bloed beter. Eerst en vooral een kort dank u wel voor de uitnodiging. Het is altijd een plezier om nieuwe mensen te ontmoeten. Nieuw materiaal, nieuwe studies te kunnen doornemen, te kunnen bespreken, te kunnen discussiëren. Het is een bijzonder veel plezier dat ik dat ook doe in een toch quasi-academische setting. Als ik juist ben, het kenniscentrum, de professoren die ik hier zie. En tenslotte, en niet triviaal meer, in mijn moedertaal. Hè, want ik spreek heel veel Frans tegenwoordig en heel veel Engels. En soms zelfs een beetje Duits. Maar dus in mijn eigen taal nog eens mogen nadenken over een toekomstgericht onderwerp, dan met data, privacy en dat in een academische omgeving, dat is bijna een droom. Dus dank u wel voor de uitnodiging. Ik zou willen beginnen met het slot van de presentatie van daarnet.
en een beetje uitleggen wie wie is, maar ik ga dat zeker niet offensief bedoeld, Hans. Ik heb u horen spreken over fragmentatie, dan moet ik u zeggen. België is een land waarin dat bijna iedereen minister is. En bijna iedereen is ook privacy toezichthouder. En ik bedoel het echt niet denigrerend, hè, voor alle duidelijkheid. Waarom zeg ik dat? Omdat ik hier wel sta en straks komt de collega van de VTC en wij zijn de federale instelling en hij is de Vlaamse instelling, voor alle duidelijkheid. Maar daarnaast heb ik nog drie andere federale broertjes. Dat is het comité voor de politionele informatie, een privacy toezichthouder voorbij politie. Dat is het comité P, een politietoezichthouder. En het comité I, dat ook toezicht over privacy uitoefent op veiligheidsdiensten van de staat. Dus België, als ik alleen federaal kijk, en dan is het zeker niet offensief, zijn we al met vier in de Kamer. Ik kom meestal, als grootste kom ik meestal aan bod. Dus, en dat is niet triviaal, omdat dat natuurlijk fragmentatie in de hand werkt. Dus ik kan u van alles vertellen over smart cities en allerlei, ik zou bijna zeggen, civiele doelstellingen, maar aan de grens van de politie en controle, ANPR, kentekens, om dan automatisch boetes op te leggen, daar stopt mijn bevoegdheid en dan moet ik het stokje al doorgeven aan iemand anders. Dus dat is in België toch altijd een beetje een probleem. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat er ook een samenwerking moet komen. En ik kom straks op het idee hoe dat die er kan uitzien. Ik vind het rapport bijzonder interessant. De definitie, daar kunnen we over discussiëren, denk ik, in de zin van ze is wel bijzonder ruim en ze focust tegelijkertijd dan toch op privacy, op persoonsgegevens of de persoon stond tussen haakjes. Als ik met mijn boerenverstand zelf even de smart city zou proberen definiëren, maar eigenlijk zou dat aan Pieter moeten vragen, want die heeft daar boeken over geschreven, dan gaat het voor mij inderdaad, het gaat over het genereren, denk ik, of het voeren van beleid op basis van feitenmateriaal of van in dit geval dan vaak data en het organiseren van beleid, het vormgeven van beleid. En of dat het dan persoonsgegevens zijn of niet, maakt voor onze bevoegdheid wel veel uit. In ons geval civiele persoonsgegevens. Maar eigenlijk is dat minder relevant. Ik denk dat even goed aantallen parkeerplaatsen en zo, de pure aantallen zijn daar, denk ik, geen persoonsgegevens, maar zijn wel relevant in het voeren van een beleid van een stad. Dus voor mij komen die ook in de definitie van wat een smart city is, of doet, of niet doet. In België hebben wij, en ik denk dat dat geen verrassing is, we hebben druktemeting gehad. We hebben heel onze kustlijn volgezet om de druktemeting te doen, want het was heel goed weer, heel mooi weer in de piek van de coronaperiode. Dus we hebben heel onze kustlijn kunnen voelen, die is bij ons niet zo groot als bij jullie. Wij hebben recent camera's langs de E19 geplaatst om te kijken of we bestuurders kunnen betrappen automatisch die de gsm gebruiken, mobiele telefoon gebruiken tijdens het autorijden. Alleen niet wij natuurlijk, maar de overheden. We hebben het voorbeeld van Leuven is al aangehaald. We hebben in Leuven, en dat is toch een beetje bizar, denk ik, we hebben in Leuven, als we het goed begrijpen, want het kan ook nog altijd zijn dat we het niet goed begrijpen, want we reageren hier op basis van persartikelen. We hebben informatie opgevraagd, maar we zouden dan camera's hebben om sportbeleid te gaan vormgeven. En dan wordt het toch wel heel problematisch hoe de proportionaliteit en de subsidiariteit juist ineen zit. Hè. Druktemeting aan de kust in volle coronapiek, oké. Camera's langs de E19, een beperkte periode en een test. Het meest gebruikte excuus, absoluut. Dat hebben wij ook al vastgesteld. Daar hebben wij eigenlijk ook het dossier niet verder gezet. Maar camera's... We hebben eigenlijk informatie opgevraagd. Dus ik kan niks zeggen over het lopende onderzoek, maar het lijkt niet evident. En dan is dat typisch wat wij doen als proactieve toezichthouder die wij proberen te zijn. Dan vragen we informatie op en bekijken we het dossier van naderbij. En heel vaak heeft het toch met camera's te maken, maar er zijn natuurlijk ook andere technologieën zoals gezichtsherkenning, dat hebben jullie terecht aangehaald. Als ik, en wat ik ook bijzonder interessant vind, is de aanbeveling, de heel praktische aanbeveling, en ik kom daar straks even nog op terug, maar dus met de bestaande instrumenten, DPIA, wij zeggen ook op alle vragen die we krijgen, accountability, zoek het zelf uit. Maar ik voel wel aan, denk ik, dat er hier en ook op vele andere domeinen een zekere... Ik denk niet dat er heel veel onwil is om de AVG toe te passen. Maar er is vrij veel, nog altijd, overal en niet specifiek voor gemeenten, vrij veel gebrek aan kennis vaak, denk ik. Dus ik ga
uit tot bewijs van het tegendeel van de goede wil van die in dit geval gemeentes of andere verwerkingsverantwoordelijken. Er is wel nog altijd een spanningsveld. Hoe moet dit nu? En die camera in Leuven voor sportbeleid, kan dat niet? Kan dat als we dat lokaal op de camera zelf anonimiseren, zodat niemand kan gevolgd worden, enzovoort. Dat zijn echt wel de vragen waar dat mensen mee zitten. En ik denk dat wij als privacy toezichthouders ook niet kunnen zeggen, accountability, trek uw plan. Dus ik denk ook niet dat dat is wat de AP doet. Dat bewijst, jullie staan misschien zelfs verder dan wij. Maar ik denk dat we daar ook een rol hebben, naast de concrete instrumenten in verband met die, allez, op vlak van DPIA of gegevensbeschermingsbeoordelingseffect, weet ik veel wat het juist is, GEB. Voorafgaande raadpleging, uiteraard. Als er residueel hoog risico is, kom alsjeblieft langs. De rol van de functionaris, ook essentieel, denk ik. Dus dat zijn heel belangrijke tips. En zeker de ideeën rond proportionaliteit en subsidiariteit, overschot van gelijk. Wat dat ik denk, dat zijn natuurlijk instrumenten die over concrete verwerkingen of concrete groepen van verwerkingen gaan. Dus met een concrete verwerkingsverantwoordelijke of een groep van verwerkingsverantwoordelijke. En ik denk dat er ook een mogelijkheid is, en dat is waar dat ik hier een beetje voor pleit, en dat is een beetje voor pleit. Ik denk dat er ook mogelijkheid zou moeten zijn om een aantal andere nieuwere instrumenten, DPIA kennen we ondertussen allemaal, dat doen we nu toch wel 2, 3 jaar of langer, dat er ook andere nieuwere instrumenten zouden moeten kunnen zijn die dat spanningsveld, los van een concrete verwerking of een concrete verwerkingsverantwoordelijke, verkleinen. Want dat is wel onze taak ook, en ik heb dat ook gelezen in de studie, ook jullie willen innovatie eigenlijk niet tegenhouden en zelfs respectvolle innovatie. Wij spreken over respectvolle innovatie. Als ik me niet vergis, is bij jullie ongeveer hetzelfde. Privacyvriendelijke innovatie stimuleren, dat is exact hetzelfde. We noemen het alleen een klein beetje anders. Ik denk dat we dat spanningsveld zouden kunnen verkleinen door bijvoorbeeld andere instrumenten zoals een gedragscode. Ik kan me inbeelden, en ik roep er hier expliciet toe op, om met de Vereniging van Steden en Gemeenten of groepen van gemeenten aan de slag te gaan. Zeer praktisch. Ik denk dat we jullie aanbevelingen kunnen stelen en in een gedragscode zetten. En dan zeggen, voilà, als de gemeentes dat gaan naleven, dan zijn we een stap dichterbij. En dan kunnen wij daar op die naleving weer toezicht uitoefenen. En dat is een extra. Maar ik denk dat dat een element kan zijn om de bewustwording van gemeenten, want dat is mijn persoonlijke ervaring, vaak geen kwaaie wil of slechte wil. Het is vaak, ja, gebrek aan prioritisering. En het staat eigenlijk ook, denk ik, in jullie rapport zo. Onder de andere maatregelen. Het wordt vaak financieel aangevlogen en privacy zit bij de andere maatregelen. Ik denk dat wij er allemaal over eens zijn. Mijn 9 minuten zijn op, dus ik ga ongeveer afronden. Dat wij er allemaal over eens zijn dat privacy niet zomaar bij die andere maatregelen, nu wilt u niet stoppen natuurlijk, niet zomaar bij die andere maatregelen mag zitten. En de vraag, ik denk dat ook jullie mening is, maar het is een punt van vraag, dat niet gewoon door handhaving en sanctionering krijgt, dan niet naar die andere kant. En ik denk dat dat een nuttig instrument zou kunnen zijn om de spanningsveld, dat algemeen spanningsveld, dat ook veel ruimer is dan alleen maar de smart city of camera's, te proberen overbruggen. Er zijn er misschien andere. Wij denken ook heel luid aan sandboxing, zoals dat bij ICO en een aantal van onze andere collega's ondertussen proberen te lanceren. Dat zijn allemaal nieuwere vormen van misschien ook wel regelgeven of toezicht uitoefenen die wij eigenlijk graag zouden testen en concreet ook in het domein van de smart cities. Dus ik weet niet of dat er veel vertegenwoordigers van gemeenten in deze setting zijn, maar ik denk dat dat een nuttige manier zou kunnen zijn om aan de gemeente een zekere zekerheid te geven zonder dat we daar moeten bij inboeten aan de bescherming van de burgers. Want dat is onze opdracht en finaal gaan we daar nooit op toegeven. Voilà. Dank u wel. Dankjewel David voor zo mooi aan de tijd toch te houden. Dan geef ik nu graag het woord aan Hans Schroe van de Vlaamse Toezichtscommissie, VTC. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik zal proberen het ook kort te houden. Ik ben dus inderdaad de voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie, een kleiner broertje, een van de vele autoriteiten die België rijk is, kan ik inderdaad bevestigen. Wij kijken in de context van smart cities dus vooral naar de 300 Vlaamse gemeenten, steden en gemeenten, waarvan er een heel aantal met smart city projecten bezig zijn.
De meeste daarvan onder de radar. Dat is zo. Wij hebben geen structureel onderzoek gedaan tot dusver naar smart city projecten in Vlaanderen. En ik denk op dat punt ook dat ik ook de collega's in Nederland wil bedanken voor het rapport. Daar straks ook al even besproken. Een van de grote merites van het rapport is dat het een aantal best practices op papier zet die direct bruikbaar zijn. Zeker voor kleine steden en gemeenten is dat heel handig. Die zijn vaak van goede wil zijn, maar gewoon niet de competenties en de resources, de middelen hebben om te weten exact wat ze moeten doen. In Vlaanderen speelt dat effect, hebben wij de indruk, nogal sterk. We hebben een aantal grotere, goed gewapende, zal ik zeggen, steden die daar proactiever en innovatiever in zijn. Steden als Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven dus ook inderdaad, is er deze week in het nieuws meegekomen, durven nogal eens experimenteren. Dat kan op zich geen kwaad, maar vooral voor kleinere organisaties, kleinere Vlaamse instanties die voor ons van belang zijn, is het wat moeilijker natuurlijk om dat allemaal correct te doen. Ik ga niet op alle puntjes van het rapport inpikken, maar ik dacht dat het misschien wel nuttig zou zijn om een aantal ervaringspunten die wij hebben gemerkt vanuit de Vlaamse praktijk voor te leggen. Omdat er ook een aantal puntjes tussen zitten die denk ik nuttig kunnen zijn als aanvulling eventueel, als aanvulling op de conclusies. Een van de punten die ik met veel belangstelling heb gelezen is de analyse in het rapport voor de rechtsgrond van gegevensverwerkingen. Dus wat is eigenlijk de basis, wat is de reden dat men gegevens gaat inzamelen, gaat analyseren? Dat is een complexe vraag in smart cities. Op de eerste plaats omdat steden en gemeenten, openbare instellingen, geen gebruik kunnen maken van een algemeen belang. Ze moeten altijd naar een wettelijke taak kunnen verwijzen. Dat is een uitdaging dikwijls in de context van steden en gemeenten. Het is ook een belangrijk aandachtspunt omdat daar een moeilijke realiteit onder zit. Smart cities projecten zijn bijna zonder uitzondering samenwerkingen tussen de publieke en de private sector. Daar zitten veel private partners tussen die uitsluitend door de GDPR en vanuit ons standpunt door federale regelgeving zijn gebonden, maar niet door de Vlaamse. Niet alleen is dat leuk voor toezichtshouders om onderling te kunnen boksen wie er nu eigenlijk voor bevoegd is, maar het is ook voor de organisaties zelf een uitdaging. De vraag, de platitude is van wie zijn de gegevens? Wij weten allemaal dat dat de foute formulering is van die vraag. Maar de kern van de zaak is wel, wie gaat er dingen doen met deze gegevens? Wie mag daar beslissingen in maken? Wordt dat ingeperkt? Waar wij ons comfortabeler bij voelen inderdaad, is als een smart city, als een stad, een gemeente, een samenwerkingsverband, de publieke sector kan zeggen, wij houden de teugels in handen, wij sturen het aan. Maar dat is zelden de realiteit. En juridisch gezien hebben we daar instrumenten voor. In Vlaamse regelgeving hebben wij protocolsystemen om de uitwisseling van gegevens te kunnen reguleren. Maar in de praktijk zit daar heel veel grijze zones in. Zelfs die van een simpele vraag, wie is er eigenlijk de verantwoordelijke, juridisch gezien? Waar gaan die gegevens naartoe? Wie beslist daar wat verzoenbaar gebruik is van gegevens die worden ingezameld? De function creep, dat is een beetje mijn tweede punt. Function creep, het uitbreiding van het gebruik van ingezamelde gegevens, is een tweede belangrijk aandachtspunt. Wat wij heel dikwijls zien bij nieuwe projecten die worden voorgelegd, is dat men zegt, kijk, we hebben een nieuw innovatief project dat we willen gaan uitvoeren. We hebben bepaalde gegevens nodig, maar goed nieuws, we hebben die al. Die infrastructuur staat er al. Die is x aantal jaren geplaatst voor dat doeleinde en we gaan er nu nieuwe interessante dingen mee doen. Op zich is dat niet fout, maar het geeft wel aan waar de dreiging zit en waar het risico zit. Het feit dat als die infrastructuur er een keer staat, als die sensoren er zijn, als die camera's er staan, dat heel erg de reflex bestaat om te zeggen, kijk, dat was behoorlijk duur en dat heeft behoorlijk wat data opgeleverd. Kunnen we daar niet meer mee doen? Kunnen we dat nu niet beter valoriseren? Dat is maatschappelijk belangrijk ook. Het is niet fout om te zeggen, we hebben dit gefinancierd met belastingsgeld. Laten we nu vooral zorgen dat de belastingbetaler waar krijgt voor zijn geld. Dat is allemaal niet fout, maar het geeft wel aan dat er een dreiging in zit. De use cases, de gebruikssituaties die men initieel definieerde in smart cities projecten zijn nooit het einde van de rit. Er volgen altijd nieuwe stappen. Wat maakt dat een DPI inderdaad moet worden bijgewerkt, maar ook dat die projecten in het algemeen goed omkaderd moeten worden en dat in de context van smart cities, van de publieke sector, de overheid daar moet op kunnen toezicht houden en kunnen zeggen, behoort het wel tot ons takenpakket? Is dit iets wat we moeten doen? Iets anders dat deze week, gisteren of ergens in het nieuws is geweest, relevant voor België en voor Nederland, is tv-programma Klopjacht. In Nederland zesde of zevende seizoen, in België deze week voor de eerste keer op tv gekomen. Zo wie het programma niet kent, blijkbaar een spelprogramma waar mensen moeten proberen te vluchten voor de politie. En de politie moeten dan proberen op te sporen op een zo realistisch mogelijke manier. Voor ons een nieuw concept, in Nederland draait het al een aantal jaren.
Het eerste programma is er deze week op televisie geweest, waar politieagenten effectief gebruik hebben gemaakt van beveiligingscamerabeelden, waar ze toezicht voor hadden voor het entertainmentprogramma. De makers verzekerden dat het allemaal legaal was en dat waar nodig dat ze beelden die ze tonen in het programma, dat ze die simuleren. Ze maken geen gebruik van ANPR-camera's. Ze laten ook de echte software niet zien om criminelen niet op ideeën te brengen. Maar in een van de specifieke voorbeelden stond vandaag toch in de krant dat ze veiligheidsbeelden hadden laten zien van een privéwinkel, waarvan de uitbater van de winkel zei geen idee hoe ze aan die beelden komen. Mij is niemand iets gevraagd. Die beelden zitten ergens in een databank. De mensen die eraan meegewerkt hebben, konden eraan. Dat geeft een beetje aan. Mijn punt is niet dat er een probleem is met dat programma. En ook niet dat mijn huis en huiswerk daar niet heeft gemaakt. Dus mijn bevoegdheid niet, daar. En zelfs het mijn bevoegdheid was, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus ik kan niet zeggen wat er daar mis mee gaat. Maar het geeft wel aan dat het aanleggen van grote databanken data niet risiconeutraal is. En in dit geval de function creep, als die verslaggeving klopt, zo ver gaat dat men ingezamelde beelden voor entertainmentdoeleinden gaat gebruiken. Wie daar geen probleem mee heeft, zit waarschijnlijk niet in deze zaal. Dus dat maar om aan te geven, oké, dus die rechtsgrond is complex, verspreiding van beelden is complex, het feit dat men altijd nieuwe use cases zoekt om investeringen te valoriseren, dat is een pijnpunt. Dat zijn de dingen die wij ook zien. In de gevallen gebeurt niet structureel, waar ons een DPA wordt voorgelegd en een stad of een gemeente zegt, we hebben een project, we hebben toch onze twijfels, we zouden daar een standpunt over willen hebben. Doet men in het algemeen alleen als men nerveus wordt. Dus meestal zijn dat wel interessante zaken, maar dat geeft maar aan dat er daar wel een uitdaging in zit. En dat brengt me een beetje tot het laatste puntje dat ik heel kort wilde aanhalen. Dus het rapport, vind ik, heeft absolute merites van best practices op tafel te leggen. Ook over inspraak van de burgers, dat naar mijn ervaring in Vlaanderen, en ik vermoed in heel België, in de kinderschoenen staat. DPA's van smart cities kan ik mij niet herinneren, ik moet voorzichtig zijn, kan ik mij niet herinneren van ooit gezien te hebben dat burgers structureel of zelfs maar op kleine schaal zijn geraadpleegd. Dus ik denk dat dat wel een nuttig aandachtspunt zou zijn. DPA's in het algemeen worden wel naar mijn aanvoelen te goede trouw gemaakt. Vaak zelfs behoorlijk grondig, op een professionele manier. Wat wel belangrijk is, en dat is ook iets dat wij altijd als aandachtspunt erbij zetten. Smart city projecten zijn meer nog dan andere projecten evolutief. Men gaat altijd kijken, wat kunnen we leren uit deze data? Wat kunnen we daarmee doen? Wat zijn nieuwe initiatieven die wij op lokaal of regionaal niveau moeten opzetten om het leven van de burger te verbeteren? En er zitten altijd goede bedoelingen achter, dat is het punt niet. Het punt is wel dat er vaak een gebrek aan governances, aan beleidsorganen, bestuursorganen, aan een overkoepelend toezicht op die smart city projecten. En ik heb het niet over een overkoepelend toezicht in de zin van toezichthouders moeten mensen aan het handje kunnen houden of moeten ja of nee kunnen zeggen, maar gewoon de simpele vraag, waar zit hier een stuurcomité? Wie houdt al die use cases in de gaten? En wie bekijkt wanneer een use case verandert en bekijkt of nog voldaan is aan de juridische normen, maar ook aan de ethische normen? Dat gaat voor mij over de operationalisering van de DPA. En dat zijn zaken die op elkaar gealigneerd kunnen worden. Onze grote schrik, en het stond ook aangegeven in het rapport, is het risico, en dat komt soms voor, dat DPA's een beetje box-ticking exercises worden. Dat men inderdaad zegt, kijk, oké, we hebben het opgezocht. Dit zijn de puntjes die in een DPA moeten staan. Dat zijn de paragraafjes, we vullen het in, afgevinkt, afgevinkt, afgevinkt. We zijn klaar, het risico is aanvaardbaar of we hebben onze twijfels en dan gaan we even naar de toezichthouder en dan kan het project starten. Dat is goed, dat is een goed startpunt, maar wat voor ons heel belangrijk is, is net omdat die projecten zo evolutief zijn, dat ze daarna verder worden opgevolgd en dat iemand effectief het overzicht behoudt. Zeker omwille van het feit dat er dikwijls veel verschillende instanties, organisaties en privébedrijven tussen zitten, dat die data van A naar B vloeit. Soms voor analysedoeleinden, soms voor beleidsdoeleinden, soms voor heel operationele zaken. Daar moet wel een centraal, ik noem het een charter of een gedragscode zijn, waar men zegt, kijk, dit zijn de afspraken binnen een smart city project. Dit zijn de zaken die met data mogen gebeuren. Dit zijn ook de zaken die absoluut niet mogen gebeuren met data. En dit is het bestuursniveau, dit is het beleidsorgaan dat we er bovenop hebben gebouwd, het stuurgroep, een comité dat daar toezicht op kan houden, dat eventueel burgers opnieuw kan consulteren, dat eventueel uit ethische experts kan bestaan, waar ook de functionaris voor gegevensbescherming bij moet kunnen zitten om op die zaken toezicht te houden. Ik ga daar een beetje mee afronden. Ik denk, een deel van dat verhaal kadert ook in het accountability principe. Het feit inderdaad dat wij als toezichthouders niet onze taak niet is om te zeggen, zo moet het kan alleen op deze manier.
De VTC op Vlaams niveau is daar denk ik soms wat proactiever in. Men is ons daar niet altijd wat dankbaar voor. Soms vindt men dat wij iets te veel proberen aan te sturen hoe zo'n projecten moeten georganiseerd worden. Wij doen dat niet omdat we dat leuk vinden of omdat we niks anders te doen hebben met onze tijd, maar gewoon omdat het wel nuttig is, belangrijk is dat er iemand het overzicht bewaart. En ik denk dat hele accountability verhaal komt daar ook een beetje terug. Die governance laag, het aansturen van smart city projecten, het gegeven dat iemand principes opstelt, onderhoudt en handhaaft, niet de toezichthouder, maar iemand binnen een smart city project zelf, is een belangrijke component van de maturiteit van smart city projecten. En ik denk dat dat ook kan helpen om de beleidskeuzes en de principes en de waarden achter zo'n projecten, om die te expliciteren, op papier te zetten, ze te communiceren naar de burgers, zodat zij ook weten wat er gebeurt, of zij bang moeten zijn of dat ze er helemaal gerust in kunnen zijn, en dat zij eventueel een geïnformeerd publiek debat daarover kunnen voeren. Dat is de grote uitdaging bij burgerconsultaties. Men moet zorgen dat dat het niveau van individueel belang overstijgt. Men moet zorgen dat de mensen snappen wat er gebeurt, zodanig dat ze gefundeerd inputs kunnen geven. Zo, dat was een beetje wat ik over 10 minuten wilde zeggen, maar vooral, ik ben ermee begonnen, ik ga er ook mee afsluiten. Felicitaties voor het werk en dank ook voor het werk. Het is iets, denk ik, waar elke autoriteit mee aan de slag kan. Al is het maar om inderdaad best practices mee te geven aan instanties die van goede wil zijn, maar gewoon de competenties zelf niet hebben. Dus dank u wel daarvoor. Dankjewel Hans, ook om mooi weer binnen de tijd te blijven om 10 minuten. En dan geef ik als last but not least het woord aan mijn collega Rob Heijman, coördinator van het Kenniscentrum Data en Maatschappij. Dankjewel Jo. Het tweede thema van deze avond had fragmentatie kunnen zijn. Ik ga daar gewoon op verder bouwen. Ik heb gedacht, bij mij zit de fragmentatie niet alleen op de verschillende beleidsniveaus, maar het zit zelfs in mijn beroep. Want ik denk dat ik vandaag moet spreken als coördinator van het kenniscentrum, maar dat ik tegelijkertijd ook kan spreken als onderzoeker van Smart City en hoe dat we in Smart Cities de GDPR proberen toe te passen. Want dat is eigenlijk ook de insteek geweest van Spectre in der tijd. Er staan ergens 2 zinnetjes verdwaald dat er de visie van de betrokkenen, dus de burgers, eigenlijk gezocht moeten worden in die DPS. En ik dacht toen met een collega van Citip, Nathalie Bertels, anders moeten we zien hoe dat het eruit ziet, zo'n participatieve privacy impact assessments. En ik dacht dat we al verder gingen staan, want Jonas heeft heel veel onderzoek gedaan naar hoe vaak wordt dat nu al gedaan. En het antwoord is, zoals jullie ook zeggen, veel te weinig. En dat is lastig. Dus dat was mijn eerste observatie daar als Smart City onderzoeker. Wat hebben we dan gedaan? We zijn bijvoorbeeld in het City of Things testbed in Antwerpen mee eigenlijk die GDPR gaan toepassen. En daar het rapport, er zat daar eigenlijk niemand met slechte bedoelingen. Ik ging daarvan uit omdat ik vooral Facebook aan het onderzoeken was. Dus er was een soort van mindset. Als mensen data verzamelen, dan, en dat zijn persoonsgegevens, dan kun je er bijna zeker van zijn dat ze proberen een probleem te maken voor de maatschappij of proberen geld te verdienen. Ik heb daar niemand gezien die dat op die manier met persoonsgegevens werkt, integendeel. En dat was moeilijk, want ja, wat we daar eigenlijk vooral op botsten was, hoe moeten we die GDPR gaan operationaliseren? En dat treedt dan bijval aan, denk ik, bij wat Hans en David al aan het zeggen waren. Je hebt best practices nodig en ik denk, en dat wordt ook heel duidelijk in jullie rapport, die best practices die leggen nu vooral nog de wat uit. Wat moet er gebeuren? Maar dan zeggen jullie, accountability is jullie probleem. Dus de hoe blijft een stukje een probleem dat beantwoord moet worden door de verantwoordelijke voor verwerking. En daar werd ook al door meerdere mensen hier gezegd, ja, daar is het water soms nog heel diep. Niet iedereen staat even ver. En daarom ben ik blij om eventjes dan fragmentarisch te veranderen van rol en te zeggen, ik ben ook coördinator van een kenniscentrum, data en maatschappij. En dat we daar heel blij zijn met het rapport, omdat we vaststellen, ook hier, en niet alleen voor smart cities, maar in innovatie en AI in het algemeen, ja, is er een totaal gebrek aan templates of manieren om van de wat naar de hoe te gaan. En dat is heel lastig, want er wordt een kat uit de boom gekeken, langs 2 kanten, denk ik. Ik denk dat toezichtshouders terecht zeggen vanuit accountability, kijk, als wij dat allemaal voor jullie moeten beslissen, gaan jullie ook niet blij zijn? Want dan zijn jullie te proactief en te streng vaak. Dus het andere antwoord is dan, ja, kom zelf met een voorstel af. Dat zie niemand zitten.
Of dat wordt heel weinig gedaan, alleen als er echt heel veel nervositeit is en er moet echt ergens externe accountability of verzekering worden gemaakt. Er moet iemand zeggen, kijk, dit is zeker goed. En daar zitten we vast. En dit is een thema dat ik heel hard voel bij de GDPR en waarvoor ik ook heel veel schrik heb met de AI-verordening bijvoorbeeld. Dat wordt zo technisch behandeld dat het allemaal heel juist moet zijn. En een van de grote vragen in jullie rapport was, of een van de aanbevelingen was, we moeten transparanter zijn over die DPS, die zouden gepubliceerd moeten worden. Maar jullie zeggen ook nergens, hoe komt het eigenlijk dat die nooit gepubliceerd worden? Ja, omdat een helft met bloed op de muur geschreven is. Maar de andere helft is gewoon niet volledig klaar. En dat is niet fijn om half werk te publiceren. En er is eigenlijk niemand die dat durft. En zeker niet voor smart city innovaties. Die zijn heel prototypisch. Er wordt eigenlijk getest, als je het aan een ingenieur vraagt, zou het kunnen dat we met bepaalde camera's in staat zijn om olifanten te onderscheiden van bepaalde mensen, zodat we kunnen tellen hoe druk het is in de stad als het regent. En als het dan niet regent, kunnen we die olifant dan nog onderscheiden van die personen? En hoe doen we dat op een manier die dan niet beledigend is voor die personen die dan wel het label olifant zouden krijgen, bijvoorbeeld? De conclusie van het resultaat is, we kunnen het nog niet vandaag. Dat is lastig, daar wil een stad nooit mee naar buiten gaan. Maar daar wil ze zeker niet met een DPI naar buiten gaan, want dat komt eigenlijk heel raar over. We hebben al die persoonsgegevens moeten verzamelen om vast te stellen dat het in sommige gevallen nog niet helemaal lukt. Maar dat is wetenschap, hè. Hey, dat zijn gelukkig veel mensen hier in de zaal ook. De gekken eigenlijk, of toch de mensen die echt durven om dingen te proberen die dat vandaag gewoon nog niet werken. En dan verklaart voor mij een stuk, denk ik, de resultaten ook, waarom dat we nog niet transparant zijn over die DPS. Maar niet helemaal. Een ander deel waar dat we wel al aan kunnen werken is, denk ik, dat we vanuit de GDPR heel ambitieus zijn geweest als Europa. Om te zeggen, het is heel belangrijk om op privacy als fundamenteel recht in te zetten en niet hier te operationaliseren. Maar ik denk dat het stolsel, zoals jullie het noemen, van die morele waarde, een beetje te veel is overgeheld naar het juridisch-technisch-administratieve. Wat maakt dat veel mensen zich afvragen, is dit wel een goede DPI? Is dit wel de juiste vorm? En daar denk ik dat we sneller moeten doorstarten naar... er is al sandboxes gezegd, maar die zijn heel ambitieus. Ik denk bij een juridische sandbox aan een samenwerking tussen misschien de 5 toezichtshouders in België die dat er al zijn, over één specifiek thema. In een innovatie, wilde eigenlijk zeggen dat vaak de mensen dat de innovatie maken zelf nog niet weten hoe dat die in elkaar zit. Dus het is heel moeilijk om daar tot één verhaal te komen. Ik denk dat we van sandboxes misschien moeten gaan naar prototyping. Een vraag die dat we allemaal veel beter kunnen, zeker met een ander goed programma, wat als hier in Vlaanderen. Wat als we iets klein maken en bekijken of dat werkt of niet. En ik vind dat we dat veel te weinig doen. Wat wil ik daarmee zeggen? De aanbeveling die jullie hebben gedaan, zouden eigenlijk toch nog een stuk in een prototype moeten omgezet worden. En dat is dan vaak een template of een proces, maar echt concreet genoeg gemaakt, zodat heel duidelijk wordt waar dan nu de concrete valkuilen zijn. En die missen we vandaag zeker nog wel. Vandaar dat ik misschien... Ik mag niet een derde hoedje opzetten, zo gefragmenteerd ben ik niet. Maar ik heb wel gesproken met VVSG, die dat hier vanavond niet aanwezig konden zijn. En ik denk dat ik hun onofficieel idee zeker mag melden. Dat zij zeker willen kijken naar de manier waarop steden en gemeenten aan de slag kunnen met de resultaten die dat jullie hebben gemaakt. En ze wouden daarbij ofwel een nieuw onderzoek doen, maar vooral denk ik kijken naar wat zijn die handzame tools of prototypes die dat we zouden kunnen gaan samen ontwikkelen en waar we dan ook een discussie over kunnen hebben om te zien hoe dat we bijvoorbeeld ethiek en burgerparticipatie laten deel uitmaken van zo'n data protection impact assessment. Een ander stuk dat ik nu heel hard hoor, of misschien gewoon omdat ik het dan aan het opschrijven was, is bij die sandboxes ook weer de belofte van perfectie zo laag mogelijk trekken en zeggen, kunnen we misschien op een papier, op een serviet uittekenen hoe dat zo'n DPI transparant naar een burger gecommuniceerd moet worden? Want ik denk dat dat zeker niet de lijvige juridische analyses moeten zijn die dat daar nu in zitten, maar dat we daar ook nog een lange weg hebben te gaan naar, stel dat morgen alle DPI's online worden gezet, hoe zorgen we er dan voor dat die een ander lot beschoren zijn dan al die privacy statements die dat we nu zo gretig op consumenten afvuren en die dat denk ik ook veel te weinig gelezen worden. Want dat is fantastische literatuur, maar je moet daar wel tijd voor nemen om die te lezen.
Zo, dat zijn denk ik in een notendop. De dingen die dat wij ook met het kenniscentrum een stuk willen doen, is het prototypen, voordat we aan sandboxes beginnen, van wat dat die mogelijke handzame praktijken zouden kunnen zijn, op een manier zodat die ook getest kunnen worden aan de realiteit. Dank u wel. Eveneens mooi binnen de tijd, dankjewel Rob. Zo, het is tijd voor jullie hier in de zaal en jullie daar thuis of elders online. Ik wil gewoon persoonlijke reflectie meenemen. Ik denk inderdaad, belangrijk om te bespreken lijkt mij is, wat next? Wat is de volgende stap om dit handen en voeten te geven dat steden, gemeenten, die ook online nu deelnemen deels, daar iets mee gaan doen. Want dat is uiteindelijk ook in het belang van ons allen, dat dit rapport, dat wij allemaal heel nuttig vinden, daar ook effectief iets mee gebeurt en neerdaalt in de realiteit. Maar toch, ik ga eerst de vloer openen. Ah ja, perhaps het is een goed idee dat de twee sprekers nog eventjes van voor komen zitten voor de vraag- en antwoordsessie. Ik heb de neiging om de hele tijd naar het Engels over te switchen. Goed, dan geef ik graag het woord aan een ieder die een vraag heeft op dit moment hier in de zaal, dan wel thuis. Ik heb collega's die het online gebeuren in de gaten houden als er vragen zouden zijn. Dus wees niet bedeesd, stel zeker de vraag die jullie willen stellen. Ja, Pieter. Ah, micro. Ik denk dat die werkt voor de mensen die dat online zitten en de mensen in de zaal moeten nog altijd op hun analoge sensoren werken. Ja, ik heb het rapport niet gelezen, dus ik kan me niet is dat wel heel veel gevallen, dus de grote situatie. Je hebt iets, je hebt een mogelijkheid. Je situatie van bepaalde hardware. En vervolgens begin je na te denken over wat je daar nog zou doen. Mijn ogen of mijn ervaring is dat 80% van de gevallen binnen een smart city, dat nu juist het aanknoping, het beginpunt van een smart city. Dus ik kan me voorstellen dat je daar handles wilt inbouwen of een aantal cards wilt inbouwen, maar om uitsluitingsgrond, matigheid of bij het letten zijn, vind ik een hele gevaarlijke. Hij valt het laatste principe van subsidiariteit. Als dat niet hetzelfde is als proportionaliteit. Als dat nog iets anders is. Hè? Dus het is proportioneel, zou proportioneel zijn om te kunnen gebruiken. Een niet-technologische oplossing. Zo je dat dan, dan moet je die gebruiken. Heel erg lastig. En eigenlijk, als we zeggen van dit is.
scanner, geen Bluetooth-scanner plaatsen. Je mag geen Bluetooth-scanner plaatsen. Hallo opnieuw, mensen online. Je mag geen Bluetooth-scanner plaatsen aan de markt, want je zou ook een persoon kunnen zetten die een postduif loslaat. Ik trek het nu even op flessen. Dat vind ik een hele rare. Dus daar had ik graag wat meer uitleg of feedback bij gevraagd, zeker bij die twee laatste uitgangspunten. Yes, that's the macro. Oké, ja, dit is ook precies, dit is een van de punten, ja. Yeah. Dit is net zo'n kluwe als de smart cities inderdaad. Nee, ik had mezelf ook al even opgeschreven. We hebben dat experimenteren niet heel erg in de presentatie naar voren laten komen. Experimenteren is wel echt mogelijk binnen de smart cities, binnen GDPR. Maar als je kijkt, dan begin ik even bij doelbinding. Doelbinding gaat voor dat specifieke project. Je hangt een camera op, dat wil je voor een specifiek doel. Het kan best zijn dat je vervolgens denkt, ik heb een naastgelegen probleem. En eigenlijk zou die data daar misschien heel goed voor kunnen passen. Dan ga je eigenlijk opnieuw het proces in. Dat betekent niet dat je die data nooit mag gebruiken. Dat is helemaal niet het geval. Je moet alleen opnieuw de waarborgen bekijken. Dus je moet opnieuw het proces in en kijken. Is het voorzienbaar voor de mensen? Is het rechtmatig? Etcetera. Dus het hele riedels moet je eigenlijk opnieuw doen. Maar dat betekent niet dat je die data nooit kunt gebruiken. Want ik kan me heel goed voorstellen, precies wat je zegt, van het kan heel goed zo zijn dat er nieuwe dingen ontdekt worden gaandeweg. Dat kan prima. Het mag alleen niet zo zijn dat je onder zeg maar, dezelfde waarborgen, dezelfde DPA, zeg maar langzamerhand elke keer een stapje naar rechts gaat. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus dat is zeker wel mogelijk. En je kunt best goed experimenteren, denk ik, als je vooraf ook vastlegt waar ben je naar op zoek. En wanneer vind je iets, wanneer vind je niet iets. Dat is heel lastig om te omschrijven, dat snap ik. Maar als je vooraf naar de burgers ook transparant kunt zijn over, we zijn op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Want jullie zeggen, de burger zegt, we hebben een probleem met luchtvervuiling, met geluid, met drukte, het kan van alles zijn. Dan zullen ze waarschijnlijk ook begrijpen dat je op zoek gaat naar een oplossing die soms in data ligt. Wij zien ook heel vaak soms dat het andersom is. Oplossing zoekt probleem. Er komt een hele mooie partij binnen die verkoopt hele mooie software of hele mooie sensoren. En dan denken ze, hebben we in de gemeente iets waar dit op zou passen? Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Ik weet ook niet of we dat onder innovatie kunnen scharen. Dan het punt over subsidiariteit. Ja, ik wil niet juridisch technisch gaan worden, maar het is eigenlijk altijd noodzaak is proportionaliteit en subsidiariteit allebei. Dus er zit een klein beetje overlap in die twee begrippen af en toe. Maar subsidiariteit is inderdaad wel, als je het heel streng en grof wilt zeggen, als er een mannetje kan staan in plaats van een sensor, en dat is ook redelijkerwijs dat je dat doet, en daar zit een beetje de clue, denk ik, dan zou je voor die mindere optie moeten gaan, want dat mannetje onthoudt wel wat dingen, maar dat is het dan ook. Dat wordt niet allemaal geregistreerd, kan niet op later moment op allerlei manieren tegen je gebruikt worden. Dat is iets heel anders. Maar ik kan me voorstellen dat het soms niet te doen is om mensen in te zetten. Of dat is veel te veel. Die afweging is heel moeilijk te maken wanneer dat zo is. Maar dat betekent dus dat je als gemeente of als werksverantwoordelijke moet bedenken wanneer kan ik die afweging maken? Wanneer is dit dus wel mogelijk of niet mogelijk? Dus ik zou ze allebei het liefst gezamenlijk behandelen als ik een project voor me had. Proportionaliteit en subsidiariteit gezamenlijk bespreken. Maar er zit wel een verschil tussen. Dus wanneer staat het nog in verhouding tot het doel? Maar ook kunnen we dit niet op een andere manier doen? Dat zijn toch twee aparte vragen, denk ik. Maar ze moeten niet innovatie helemaal in de weg gaan zitten. Daar ben ik inderdaad echt tegen. Want ik denk dat we voor groeiende steden, groeiende problemen, innovatie nodig hebben. We moeten alleen nu beïnvloeden dat het op de juiste manier tot stand komt. Dat is het verschil. Beantwoord ik daarmee een beetje de vraag? Of geef ik voer voor een latere discussie? Oké. Okay. Ik denk dat de achterliggende redenering een beetje is, maar corrigeer me als ik fout ben. Het gaat over het vertrouwen van de burger of het datasubject. En als bijvoorbeeld, stel een hypothetische stad zegt we gaan camera's hangen om een hypothetisch beleid te voeren.
en daar zijn geen persoonsgegevens bij, dat kan. Dat daar niemand wordt herkend. Maar als diezelfde stad ook zegt, maar we gaan ook nagaan hoe lang iemand sport, begrijpt je, dan is het het een of het ander. En ik denk dat ook de vraag rond hergebruik van data, ja, het verwachtingspatroon, als je een nieuw project lanceert en zegt, maar we gaan daar nooit mensen mee identificeren en achteraf blijkt dat er toch gastboetes kunnen mee worden bezorgd. Of ja, op een gegeven moment verlies je de gebruiker. Hè. Een ander probleem dat ik zie, dat is de drones die rondvliegen. Die worden, als ik het juist begrijp, vandaag beschouwd als mobiele camera's. Terwijl mobiele camera's, dat is ongeveer zoiets gelijk dat. Dat is iets wat op een stok staat, dat kan je hier zetten, dat kan je ergens anders zetten. Een drone is wel essentieel verschillend, die vliegt rond. En er is het plan geweest om in de COVID-crisis in de tuinen te gaan kijken. Letterlijk, hè. Het voorstel is zelfs in de pers gekomen, dus om in de tuinen te gaan kijken met drones, of mensen ja of nee met vier of meer in de tuin zaten. En dus ik denk dat in die redelijkheid ook het redelijke verwachtingspatroon van de burgers en de datasubjecten cruciaal is. Wanneer verlies je ook als overheid het vertrouwen van die mensen? Ik denk dat heel veel mensen, misschien zelfs in deze zaal ook vinden of vinden dat een overheid zeker technologie mag en in sommige gevallen ook moet gebruiken. Maar in sommige gevallen moet ze misschien ook niet leidinggevend zijn om inbreuken op de privacy of om de balans op het vlak van privacy naar het andere vlak te doen overhellen. En je kunt dat ook toepassen op criminaliteitsvervolging. Hè? En dan is uw voordeel of oordeel misschien anders. Maar dat is wel de vraag, denk ik. Het gaat over vertrouwen dat je als overheid niet mag verliezen. En wij zijn hier, denk ik, als wij spreken over respectvolle innovatie, dan bedoelen we, verlies de burger niet uit het oog. En het is zelfs niet om, ja, sorry, dan rond ik af. Het is zelfs niet omdat de burger zegt, nee, voor mij is alles oké. Er zijn heel veel mensen, als ik het zou gaan vragen, die met een verregaande controle op uw telefoonverkeer, op uw metadata akkoord zijn. Het is zelfs niet omdat de meerderheid zegt, voor mij is dat oké, dat we daar zomaar plat moeten in meelopen, denk ik. Voilà. Dat is gewoon, wie bepaalt die grens? Maar ik denk dat daar effectief, het is een vraag wie bepaalt die grens met twee lagen. Op de eerste plaats in de smart city context zitten we met verantwoordelijkheden van de overheden. Dus die moeten altijd kijken, hoe kan ik uitleggen dat dit deel is van mijn taak, van mijn uitvoering van taken in het algemeen belang. En ja, de sportcamera's blijven een goed voorbeeld. Als men daar inderdaad zegt, kijk, ik wil weten hoe lang dat mensen sportinfrastructuur eigenlijk gebruiken. Waarom? Ik zeg niet dat het een groot privacyprobleem is, maar waarom moet gemeten worden hoe lang een individuele gebruiker sportapparatuur gebruikt? En waarom is dat een bevoegdheid van een gemeente specifiek? En het ene is een juridische vraag. Waarom is dat noodzakelijk voor de uitvoering van uw taken? Dat is de formele juridische vraag. Kan zijn, oké, juridische kant interesseert mij eigenlijk niet. Maar de andere is inderdaad meer een politieke beleidsmatige vraag. Hoe ver kan en mag een staat gaan en zeggen, kijk, we gaan het gedrag van de mensen aansturen. Is het de bedoeling om te kijken of we met infrastructurele aanpassingen mensen meer of langer kan laten sporten? Zo ja, hebben we daar een debat over gehad dat het de bedoeling was, of dat het de taak is van de overheid om mensen te nudgen. Nudging is een beetje is overal een hot topic. En daar is ook burgerparticipatie, dat is die discussie heel erg belangrijk in. Wij kunnen als toezichthouder ook niet zeggen, dit is aanvaardbaar beleid of dit is onaanvaardbaar beleid. We kunnen dingen zeggen over verzoenbaarheid met de AVG, met mogelijke risico's voor fundamentele waarden. Maar heel veel van die dingen zitten inderdaad een beleidsmatige discussie in. Een van de grote problemen bij smart city projecten is dat die fase vaak wordt overgeslagen en dat het over een kleine groep mensen gaat die zegt, kijk, ik vind dat wel een goed idee, we gaan dat doen en we gaan proberen wat erachter komt. En innovatie is natuurlijk niet fout, maar daar moet wel toezicht op zijn. Er moet besproken worden, wat willen we hier eigenlijk bereiken? En daar moet een bepaald niveau van debat rond zijn. En dat men gewoon op een gegeven moment in de krant leert van, ja, dit is gewoon iets dat nu gebeurt, zonder dat men eigenlijk expliciet moet zeggen, waarom doen we dit? En wat willen we hier eigenlijk mee bereiken? Dat is een gevaarlijke evolutie. En vandaar inderdaad ook de oproep daar straks naar participatie van de burgers, politieke participatie, publiek debat. Hoe dat efficiënt kan, dat blijft een moeilijke zaak, maar het is wel belangrijk.
En ook de nagel van de governance waar ik daar straks op klopte, dat mag niet iets zijn dat gewoon op een gegeven moment wordt gelanceerd. Daar moet een discussie, een bewuste beslissingsvorming achter zitten en daar moet een expliciet beleid achter zitten. Niet zomaar het idee van we gaan het uittesten. Question from the audience? Ja, er zijn heel wat vragen binnengekomen al, dus waarvoor dank. Ik zal ze chronologisch behandelen. Dus de eerste vraag is er in België ook een meldingsplicht voor sensoren? Of was het enkel in Nederland? En welk soort sensoren dan? Bijvoorbeeld ook waterpeiling, metingen of enkel sensoren die personen registreren? Wij weten dat niet. Samen. Nee, collectief weten wij niet van de enige voorbeelden waar sensoren proactief moeten aangemeld worden, toch zeker niet in de privacy context. Specifieke systemen mogelijk wel, maar niet over privacy in het algemeen. Ik weet ook niet, ik ga de microfoon misschien doorgeven, of dat in Nederland anders is. Ik denk meer dat het een vraagstelling was of dat misschien nuttig zijn. Ja, gewoon, ik vat sensoren zo op als dingen die geen individuen... een sensor die bijvoorbeeld meet hoeveel passanten, pure aantallen, maar waar er onmogelijk een link kan zijn naar een identificeerbaar individu. Misschien overzie ik bepaalde sensoren die eigenlijk persoonsgegevens verwerken en dan zijn we denk ik alle twee wel bevoegd. Maar sensoren. Ja, het voorbeeld wat ik kan noemen is dat in de gemeente Amsterdam er is gewerkt aan een zogenaamde sensorverordening, waarin eigenlijk in de lokale wetgeving is vastgelegd dat partijen inderdaad verplicht zijn om zo'n sensor aan te melden bij de gemeente. De gemeente Amsterdam, dus ik spreek alleen maar uit wat zij hebben bedacht, hebben niet tot doel gehad om dat te beperken tot die sensoren die echt persoonsgegevens verwerken. Ze hebben echt wel een bredere context voor ogen gehad. Maar het was niet hun bedoeling om zeg maar alle slimme deurbellen bijvoorbeeld, om die ook in mee te nemen. Het was echt de bedoeling om die sensoren die voor professionele doeleinden worden ingezet, om die te melden bij de gemeente. Dat is hun doel geweest. Bij mij is het denk ik, ja, voor zover ik weet, is dat wel een van de meest vergaande meest initiatiefrijke regelgeving die ik nu in de Nederlandse gemeente heb gezien. Ik heb ook wel een gemeente gezien in Nederland, volgens mij was dat de gemeente Utrecht uit mijn hoofd, die ook al een lange tijd in hun plaatselijke verordeningen hebben vastgelegd dat camera's die in de openbare ruimte zijn gericht, die ook moeten worden aangemeld. Dat zijn de voorbeelden die ik ken. Nogmaals, dit is plaatselijke regelgeving, dus niet regelgeving die vanuit de overheid in den brede is bedacht. Maar wij vinden het wel een mooi initiatief, omdat het, wat Gerald al aangaf, die het transparantie naar de burger zichtbaar maakt van wat hangt er eigenlijk binnen onze gemeente aan sensoren en wat wordt er allemaal verzameld, wie is daar verantwoordelijk voor, waar kan ik terecht als ik daar vragen over heb. Dus mijn heel korte vraag is, sensoren, zijn we het daarover eens dat eigenlijk in beginsel geen persoonsgegevens bevat? Ik bedoel, ik was onlangs bij de fietsenmaker en daar is een straat waar heel veel tegen de verkeerde richting wordt ingereden en daar kunnen ze dus niet fysiek een politieagent zetten om iedereen te beboeten, dat is ook al geprobeerd, maar die kan daar niet lang genoeg blijven staan. Dus nu hebben ze een sensor gezet om te meten hoeveel auto's er in de verkeerde richting rijden. Maar ik zie daar in de verste verte geen mogelijkheid om dat terug te identificeren. Tenzij dat je gaat zeggen, oké, met verschillende combinaties van sensoren kan je ook weer identificeren. Maar voor mij, sensoren sluit ik een beetje uit van het toepassingsgebied van de AVG, maar misschien ben ik daar fout in. En in die, want ik vraag mij dan af, doen die gemeenten dat zelf? Aan elk verkeerslicht hangt tegenwoordig een sensor om te meten of dat er een auto staat. Allee, toch bijna. Zit dat dan allemaal in dat register? Ik weet het niet, hè?
Als ik mag daarbij aansluiten, ik denk, ja, Amsterdam is altijd al wel voorloper geweest op vele fronten, maar mogelijk heeft dit ook te maken met een oude rapport, Waardevol digitaliseren, waar eigenlijk die aanbeveling werd geformuleerd door Mark de Vries van Geonovum, die zegt: gemeenten hebben regels voor aanplakbiljetten, vechthonden, prostitutie, maar niet voor sensoren en de data die zij verzamelen. En hij pleit er in dat rapport eigenlijk voor dat lokale autoriteiten eigenlijk mede privacyregels zouden handhaven door bijvoorbeeld zo'n verordening of gemeentereglement rond sensoren en bij te houden wie doet wat. Maar hoe staan jullie dan als autoriteit daar tegenover als er, ja, nog, is dat dan nog meer fragmentatie? Willen jullie dat liever gecentraliseerd houden, dat toezicht? Of is dat eerder een goede zaak, dat er ook lokaal initiatieven komen om mee toezicht uit te oefenen? Nee, ik eis meteen de micro op, omdat dat een beetje een van mijn dadas is. Een van de dingen waar ik altijd een... Ik heb de bewuste voorbeelden genoemd toen ik er even over aan het praten was, over het aantal grote Vlaamse steden die over veel capaciteit, veel kennis en veel know-how beschikken. Een andere, kleinere gemeente kan dat niet. En in die constellatie is het volgens mij niet aangewezen dat gemeenten daar een proactieve rol in spelen, gewoon omdat we merken dat ze in de praktijk de allerkleinste zelfs problemen hebben om zichzelf intern goed te organiseren. Laat staan dat die toezicht zouden kunnen houden. Dat wil niet zeggen dat ik zeg, steden en gemeenten kunnen dat niet. Ik zeg alleen, een groot aantal van de 300 Vlaamse, waar ik naar kijk, zouden dat niet kunnen. Dat kan veranderen als men meer werk maakt, waar in andere contexten ook over wordt gebabbeld, over schaalvergroting, zodanig dat elke gemeente minimaal 50.000 inwoners stelt en men meer resources en meer expertise kan bundelen. Die keuze maakt men niet om allerhande redenen waarover ik mij niet ga uitspreken. Maar zolang die schaalvergroting niet kan gebeuren, lijkt het mij ook niet verantwoord om dat toezicht te decentraliseren. Dat is te veel gevraagd. Niet omdat het niet kan, maar met de resources, met de beschikbaarheid van middelen die er nu zijn, is dat niet structureel, leidt dat niet structureel tot goed beleid. Dan moet men dat op bovengemeentelijk niveau gaan organiseren. Ja, ik wou nog reageren op de registers. Een deel van een overzicht creëren van sensoren in een stad lijkt me super relevant. Waarschijnlijk niet gewoon voor gegevensbescherming, maar ik denk ook wel voor hergebruik van die data voor nieuwe doeleinden, wat een deel innovatie is. En een ander deel is transparantie. Als je kijkt naar gegevensverwerkingen die in de stad plaatsvinden, of de data walks die Jonas mee organiseert en heeft geïmplementeerd hier in Vlaanderen, ja, dan zijn er zelfs lokale besturen die niet meer weten welke sensoren dat er nog in hun stad hangen en welke niet, welke daar nog in gebruik zijn en welke niet. En dat is eigenlijk wel jammer, want daar komt je dan terug aan proportionaliteit. Als zelfs zij het overzicht niet hebben, wat ze natuurlijk horen te hebben, hè, dat begrijp ik wel, maar niet meer hebben, ja, dan is dat wel een enorme uitdaging aan het worden. Maar ik zou zo'n register nooit inrichten vanuit de GDPR, omdat ik dan heel veel schrik heb dat het heel ontoegankelijk zal worden gemaakt voor burgers. En ik denk dat je daar ook meer moet gaan naar de vraag, hoe kunnen we die sensoren gewoon kenbaar maken in een stad, zodat burgers daar over kunnen beginnen nadenken wat dat de meerwaarde zou kunnen zijn voor hun omgeving. En dat is op deze moment, denk ik, soms te vaak onzichtbaar en een gemiste kans. Maar dat debat over sensoren vind ik wel een beetje straf. Ik zie er daar een hangen en daar hangt er een. En die lampen gaan waarschijnlijk uit als we lang genoeg stilzitten. Dat zijn allemaal sensoren. Zijn dat de dingen die we willen? Dus ik denk, als we over sensoren... Ik denk dat we dan wel... Ik weet het niet. Ik hoop dat we over hetzelfde spreken. De gevoeligheid zit in het volgen van personen over langere perioden. En daar moet een zeker risicogebaseerd aspect aan zijn. Ik hoef echt niet te weten dat hier een brandsensor, en eerlijk gezegd, achter dat brandknopje, dat is ook een sensor, hè? Als ik dat indruk, dan zegt hij boven, er heeft iemand gedrukt. Dat is toch niet wat we willen weten. Dus allee, dan zou ik toch willen pleiten voor een haalbaarheid. Ik denk dat het over personen gaat, en ik denk dat het over risicovolle, allee, intrusieve activiteiten gaat. Maar... Ja. De volgende vraag is heel wat meer praktisch. Dus we hadden daarnet over hoe gaat het van de wat naar de hoe. En de volgende vraag is eigenlijk: hoe plaatsen jullie de sterkere innovatie, security en governance mogelijkheden van cloud tegenover on-premise mogelijkheden? Ja,
Hoe kijken wij daar naartoe? Kijk, wat wij als VTC standpunt altijd als standpunt hebben ingenomen. Wij hebben geen probleem met cloud toepassingen, ook niet met publieke cloud toepassingen. Maar wij vragen wel altijd dat er een stevige risicoanalyse achter staat. En ons uitgangspunt op dit moment is en blijft nog altijd dat er bepaalde gegevensverwerkingen zijn die te privacy gevoelig zijn om die bij bepaalde cloud dienstverleners te plaatsen. Private cloud kunnen we coulant erin zijn, hybride cloud toepassingen ook. Maar ons standpunt is niet dat alle data zomaar zonder beperkingen in publieke cloud toepassingen kunnen worden geplaatst. Gewoon omdat de beveiligingsmaatregelen op dit moment ons niet sluitend lijken. Ik formuleer het bewust heel voorzichtig, omdat dat zaken zijn die ook heel snel evolueren. Standpunten van de VTC kunnen daar ook in evolueren, maar op dit moment stellen we ons daar dus streng in op. Gewoon omdat we daar een bijkomend risico in zien. We zien zoal, ik moet niet, het debat niet te veel laten ontsporen door een monoloog over cloud beginnen af te steken, maar we zien dat een heel klein aantal spelers een heel groot stuk van de markt van clouddiensten bezetten. Dat die ook meer en meer persoonsgegevens in handen krijgen. En dat er ook bepaalde privacy risico's aan vasthangen. Dat wil niet zeggen dat de publieke cloud toepassingen niet kunnen, maar het wil wel zeggen dat er moet afgewogen worden welke data daarin geplaatst kunnen worden. Smart cities context, denk ik dat een context is waarin de regel relatief veel mogelijk kan zijn, omdat het niet altijd over de meest privacygevoelige gegevens gaat. Waar wij vooral nerveus van worden als toezichthouder zijn gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens, rijksregisternummer, eventueel financiële gegevens over sociaal kwetsbare mensen. Dat zijn de dingen waar wij ons strenger in opstellen. Projecten die eerder infrastructureel gericht zijn, daar is meer in mogelijk. Wij zien dat als twee aparte topics die wel in de praktijk nauw verweven zijn. Dat is inderdaad, de meeste smart city projecten hebben wel een bepaalde cloud component erachter zitten. Dus ons cloud adviezen die we hebben uitgebracht, handhaven wij daar op dezelfde manier. Maar we staan daarvoor open dat dat iets is dat evolueert in de toekomst, dat we daar naarmate dat beveiligingsmaatregelen daar geavanceerder in worden en meer controle toelaten, dat we daar flexibeler in kunnen zijn. Maar op dit moment willen we vooral vermijden dat men gigadatabanken krijgt die in de publieke cloud staan, waar alle mogelijke gegevens van alle mogelijke burgers op elk moment worden opgeslagen. Die segregatie van data, van use cases, van doeleinden, die vinden wij nog altijd heel belangrijk. Ik denk net hetzelfde, maar en net zoals de smart city is het eigenlijk gewoon, en dat is wat wij, in mijn ervaring toch continu zeggen, dat is, het is niet op zichzelf allemaal illegaal, maar er moet wel eens over nagedacht worden. En opnieuw, de risico's moeten afgewogen worden tegenover de benefits en de risico's moeten tegenover elkaar uitgezet worden en er moet iets over nagedacht worden. Dus het simplisme van het is allemaal in de cloud en dus zijn we gemakkelijker. Ja, en dat zien we spijtig genoeg nog veel te vaak. Dat is te weinig, maar de GBA is een gebruiker van Office 365. Voilà. Maar we hebben daar wel serieus wat tijd in gestoken, intern, om dat ding dicht te spijkeren. Want dat staat standaard net iets te open. Daarop aansluitend, ik denk in Nederland zelfs Microsoft 365 is zwaar onder vuur gekomen in de onderwijssetting. Als zijnde niet zo'n ideale toepassing, maar dat geldt terzijde, denk ik. Andere vragen? Ja, misschien in een zaal, anders gaan we terug naar online. Oké, dan mag je terug online. Ja. Dank u wel. Zijn er voor typische smart city toepassing, dus bijvoorbeeld druktemeting, wifi tracking, etc., voldoende specifieke wettelijke grondslagen in de Belgische rechtsorde te vinden om van rechtmatige verwerking door de gemeente of stad te kunnen spreken? Of moeten in dat kader nog wetgevende initiatieven genomen worden om aan het rechtmatigheidsbeginsel te kunnen voldoen? Dat is inderdaad. Als toezichthouder is onze toolbox de AVG, dus we kunnen daar niet van afwijken. We moeten daarmee leven, net zoals de publieke administratie zelf. En het probleem dat openbare instellingen, de publieke sector daarmee heeft, is dat zich moet kunnen baseren op noodzakelijkheid. Je moet altijd kunnen argumenteren waarom een bepaalde verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taken.
voor wettelijke opdracht. Dat wil zeggen dat voor alles dat ze wil doen, ook voor innovatief gebruik van gegevens, ze een link moet kunnen leggen naar haar wettelijke opdracht. Vandaar ook dat ik daarnet mij de vraag stelde, oké, waarom moet een gemeente kunnen meten hoe lang dat sportinfrastructuur gebruikt wordt, gemiddeld door een specifiek individu. Is dat een goede zaak dat dat zo is? Ik zal daar eerlijk in zijn, ik heb daar vaak ook al mij de vraag gesteld of het wel zo verstandig was om openbare administraties, publieke administraties, te beperken tot noodzakelijkheid en daar geen legitiem belang toe te laten zoals privébedrijven dat wel kunnen. Ik zeg niet dat de AVG daarvoor per se aangepast moet worden. Ik denk dat dat een studie op zich waard is. Maar het is wel een praktische realiteit. Wij ook als toezichthouders, als men bij ons een Smart City project komt voorleggen, hetzelfde bij de GBA, moeten we altijd zeggen, wat is de grondslag? Waarom is dit noodzakelijk voor het uitvoeren van uw taken? En het is daarom ook dat ik daar straks wat gebabbeld heb over de complexiteit van het feit dat dat allemaal gemengde projecten zijn. Dat dat altijd over samenwerking gaat tussen de publieke en de private sector. Die regelgeving of de invulling daarvan, de invulling van de constraints, de barrières waar ze zich aan moeten houden, zijn gewoon niet hetzelfde in de publieke en in de private sector. En Smart City is een van de vele domeinen waar dat een probleem vormt. Dat wil niet zeggen dat er niks kan in de publieke sector en dat er daar geen innovatie mogelijk is. Wij proberen altijd te kijken van, oké, wat is uw wettelijke opdracht als administratie, als stad of als gemeente? Wat moet u eigenlijk doen? En leg eens uit waarom dat deze specifieke verwerking, het inrichten van een Smart City toepassing, noodzakelijk is voor, weer dan een beetje te draaien, voor een moderne invulling van uw takenpakket. Strikt genomen, als men zegt, we gaan dat zo rigide mogelijk toepassen, het moet strikt noodzakelijk zijn en anders mag het niet, dan gooi Smart Cities maar weg. Gisteren stond de wereld niet in brand toen er nog geen Smart Cities waren. Dus als men dat heel fundamentalistisch wil bekijken, kan men zeggen, niks hiervan is noodzakelijk. Dat kan niet, dat is niet leefbaar. Dus we moeten altijd kijken, oké, hoeveel data is nodig, wat voor data is nodig om voor de uitvoering van uw takenpakket. Maar dat is een beetje een bizarre workaround inderdaad voor die beperking dat een administratie altijd moet kunnen zeggen, dit is wat we doen, dit is ons takenpakket en dat men daarvoor moet kunnen kijken, ja, wat voor dataverzameling is daarvoor verantwoord en wat voor gebruik van data is daarvoor verantwoordelijk. We kunnen daar zelf niet veel aan doen, niet dat per se vindt dat dat iets is dat veranderd moet worden, maar dat is gewoon een gevolg van hoe de AVG is opgesteld. Een beetje, ja, bizar genoeg, dat is een van de situaties waar de regelgever wantrouwiger is geweest ten aanzien van de publieke sector. Wellicht vanuit de redenering dat de data-inzameling daar grootschalig en onvermijdelijk is. Een burger kan niet echt vermijden van in databanken van de overheid te zitten. En vandaar dat men heeft gezegd, ja, data mogen alleen maar gebruikt worden voor de wettelijke opdrachten van openbare instellingen, maar in innovatieve contexten, voor onderzoeksprojecten in het algemeen, botsen we daar dikwijls op muren. Dat is zo. Ik zou misschien willen aanvullen of misschien zelfs iets flexibeler zijn. Ik denk dat het is de discussie rond de noodzakelijkheid en de uitvoering van wettelijke opdrachten of wettelijke taken en de al dan niet onmogelijkheid van legitiem belang. Ik hoor toch ook soms andere strekkingen die zeggen legitiem belang kan door een overheid wel worden gebruikt als het buiten het uitvoeren van hun opdracht is. Ik zal een voorbeeld geven. De FOD Financiën baat een restaurant uit, waar ook andere overheidsdiensten kunnen gaan eten. Ik denk niet dat dat de specifieke wettelijke opdracht van de FOD Financiën is. Dat zal nergens in een wet staan. Dus dan zouden zij dat allemaal niet mogen doen en dan zouden zij de data die daar rondgaan over de inkomende... Dus ik denk dat er voor overheden ook een mogelijkheid moet zijn om buiten het kader van hun kernopdracht of hun wettelijke opdracht toch beroep te doen op legitiem belang. En dat is een uitweg die we zouden kunnen gebruiken, denk ik, om dan om te zeggen dat om allerlei mogelijke testscenario's of overheidsdiensten, financiën die restaurants aanbieden, om die daar de mogelijkheid te geven om toch beroep te doen op legitiem belang. En dat is niet triviaal, want legitiem belang is natuurlijk... Want als je zegt, overheden zijn altijd noodzakelijkerwijs beperkt tot hun strikte opdracht, zoals ze in de wet staat, ik denk dat we dan ook het restaurant van de FOD Financiën moeten sluiten en dan gaan we heel veel boze ambtenaren hebben. Dus wat mij betreft, in het uitvoeren van de opdracht moet er voldoende duidelijkheid zijn vanuit democratische controle, democratische principes, in de wetgeving over wat dat vereist op vlak van gegevensverwerking, zeker. Maar daarnaast kunnen overheden ook dingen doen die, nog eens, ik denk altijd aan het restaurant van de FOD Financiën, die niet hun kernopdracht zijn en waar ze waarschijnlijk
ja, bijna gelijk een actor op de privémarkt of in, toch beroep kunnen doen op legitiem belang. Maar misschien, ik weet niet of dat we daar zou het daarover eens zijn. Hallo, Niels Walravens van Vlaio Agentschap Innoverende Ondernemen. Ik wou even terugkomen naar het betrekken van burgers in het verhaal en hoe dat we daar iets aan kunnen doen. En dat begint volgens mij inderdaad bij goed informeren. En dat is vaak waar het al heel snel misloopt. En dat is bijvoorbeeld, er is al heel vaak naar Leuven verwezen, waar het compleet misloopt. Hè. Het is een project van Sport Vlaanderen, niet van Stad Leuven. Past in de doelstellingen die Sport Vlaanderen voor zich heeft. Er wordt geen enkel beeld opgeslagen op die camera. Hadden ze die camera een sensor genoemd in dat persbericht, was er waarschijnlijk niks gebeurd. En dus die camera slaat geen enkel beeld op en die telt. Die telt bewegingen, die telt hoe lang die iets ziet gebeuren. Maar omdat er een slecht persbericht verstuurd wordt, want daar komt het eigenlijk op neer, heb je een debat. Ik ben hier zeker niet om Leuven te verdedigen, of het project in Leuven te verdedigen, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat we er altijd kritisch voor moeten blijven, voor dat soort zaken. Maar daardoor ben je eigenlijk a priori al je draagvlak al kwijt bij die burger. Dus wat kan je doen om dat te versterken, om dat te verbeteren, om ervoor te zorgen dat we dat soort dingen kunnen vermijden? Er is een zeer grondig voortraject gelopen in Leuven, ik weet het, want ik ben erbij betrokken geweest, om dit soort dingen te vermijden, maar dan wordt er op een bepaald moment toch ergens een persbericht verstuurd en dan zit je met de gebakken peren. Dus hoe, en er is een DPA gebeurd die, denk ik, ergens wel bezorgd kan worden in een of andere vorm. En dus men is zich daar acuut van bewust dat dit een uitdaging ging zijn. Hoe kunnen we dat voorblijven? Ja, twee heel concrete dingen. Ik ben ook blij dat je die vraag vanuit Vlaio stelt. Er wordt heel veel geld in innovatie gestoken, maar een stuk minder in hoe over innovatie communiceren of wat dat daar de standaarden zijn. Ik denk dat dit een acuut voorbeeld is van hoe dat er een totaal gebrek is aan... ik zeg niet een totaal gebrek, dat er weinig focus of beklemtoning is over hoe moet een innovatief project van Vlaanderen aan zijn burgers laten weten dat ze daarmee een bepaalde innovatie bezig zijn en hoe kunnen we dat doen op een manier dat het draagvlak voor innovatie zeker niet onderuit wordt gehaald, maar misschien vooruit wordt gehaald. Dat is een vraag die in het AI-programma denk ik ook terug naar voren komt en waar actief bijvoorbeeld met projecten Amai aan gewerkt wordt. Maar dat blijft een uitdaging en ik denk dat daar het hele korte antwoord is. Zolang dat geen selectiecriteria wordt van bepaalde projecten, gaat dat ook niet verder op de voorgrond komen volgens mij. Ik geef geen commentaren op de concrete situatie in Leuven. Hè. Ik heb alleen gezegd, wij vragen informatie op. We hebben onder andere ook een DPI uiteraard ook opgevraagd, dus we zullen wel zien. Maar ik vind dat toch, dat is toch het meest treffende voorbeeld van het feit dat er qua privacy maturiteit iets mis is. En om weg te gaan van het voorbeeld van Leuven zal ik het nog wat straffer maken. Wij hebben ooit dezelfde vragen gesteld aan een school in Gent, Sint-Bavo, ook de naam is al gepubliceerd, dus dat is ook geen geheim, die doodleuk in de krant aankondigt dat ze biometrie gaan gebruiken om leerlingen van het lager onderwijs, denk ik, het kan middelbaar geweest zijn ook, maar om leerlingen te laten betalen voor hun maaltijd. Allee, is er dan niemand waar dat er een rood of een oranje lampje gaat branden en zeggen, leerlingen, biometrie, school... Dus gezagsrelatie, dat zijn al, bij mij branden er al drie. En dan begin ik meestal toch wel te remmen. Maar dus dat wordt doodleuk in de krant gezet. Wij kijken soms onze ogen uit ons lijf, moet ik eerlijk zeggen. En in die drie voorbeelden was dat zo. Camera's aan de kust, camera's op de N19, camera's in Leuven, school in Gent. En je kunt u niet inbeelden. Voor mij is dat een indicatie van het feit dat het bewustzijn, het algemene bewustzijn, nog te laag is. Want... zelfs journalisten kennen meer van privacy. Het verbaast me dat die journalisten niet zeggen van zijn ze zeker dat je dat wilt zeggen in de krant? Want de GBA leest ook kranten. Maar het gebeurt bijna dag in dag uit. We hebben zo meerdere gevallen per week. Ik denk dat wij per week misschien wel drie tot vijf van die brieven uitsturen. Van leg eens uit, we hebben dit hier gelezen. Leg eens uit. Veel meer dan dat wij publiek communiceren ook trouwens. Hè. Dus, maar voor mij is dat een indicatie die mensen, instanties, ofwel... is er niks aan de hand. En dat kan ook nog altijd zo zijn in Leuven, in het geval van Gent,
in de school, hebben we één brief gestuurd en heeft die school gezegd, oh ja, we gaan dat project opbergen. Maar ik vind het wel belangrijk, en daar ben ik eigenlijk ook wel vrij fier op, dat we daar als GBA nu wel altijd systematisch proberen op te reageren. Ongetwijfeld ontgaan er ons ook nog dingen, hè? Want ook wij zijn wel met een aantal mensen en we hebben allemaal twee ogen, maar we zien ook zeker nog niet alles. Maar ik vind het wel qua systeemtoezicht, bij manier van spreken, frappant dat instanties waarvan toch enig professionalisme mag worden vereist of verwacht, dat die blijkbaar zonder enige kennis, dat is toch een heel proces doorgegaan, zelfs een persbericht in Leuven, daar zijn toch professionele mensen mee bezig geweest. Dat zijn toch allemaal mensen geweest die zich of van privacy niet bewust waren en hetzelfde in Gent. En dus dat is waarom dat ik daar juist sprak over dat spanningsveld. Dat spanningsveld, wij geloven best in de goede doelstellingen van de school in Gent, in de goede doelstellingen van de stad Leuven enzovoort enzovoort. En er zijn waarschijnlijk ook ordentelijke manieren om zoiets te organiseren. Biometrie in een school, dat weet ik niet, maar misschien de camera in Leuven nog wel, dat zullen we wel zien. Er zijn misschien ook wel ordentelijke manieren om zoiets te organiseren, maar de communicatie aan het eind is eigenlijk een indicatie van het lage niveau van privacy maturiteit. Als ik het zo mag zeggen. Bijna. En ik heb het niet over het concrete geval. Ja, ik wil op het concrete geval toch nog even inpikken door te zeggen... Ik ben eigenlijk niet akkoord. Ik weet niet wat dat echt met privacy maturiteit te maken heeft. Het zou ook kunnen dat iemand een gedegen DPI heeft gedaan en dat er werd gezegd, dit is volgens wat dat wij weten van de GDPR en hoe dat we het toepassen en nog nooit tegen de lamp zijn gelopen, geen privacyprobleem. Maar leg maar eens uit aan een burger, dit is een camera, maar die ziet u niet. Maar toch staat die aan. En dat is echt een probleem. Dus ik weet niet, het is echt wel groter dan alleen de gegevensbeschermingen. Was er gesproken in het persbericht over sensoren, dan was het misschien zo'n storm niet geworden. Maar dus dat is... De blinde camera. Ja, maar ja, dat is dan de camera die je niet ziet. Dat begrijpt iedereen gemakkelijker. Maar ik wil het alleen maar... En nog eens, het gaat me echt niet over Leuven. Het gaat over het feit... En Leuven is ook... Dat is ook geen eenstaand geval. Het is dat ik wil zeggen. Er is een bizarre vaststelling rond publieke communicatie, rond... Blijkbaar worden mensen, ik weet niet, opgewonden of zo van dat soort nieuwe technologie. Kijk, ik zal nog een ander voorbeeld geven. Er is lang een app geweest, dat zal er nog zijn, waar dat je een foto kunt uploaden en je ziet jezelf, en dat is ik wil aansluiten op een andere opmerking, en je ziet jezelf over 20 jaar. Het plezier daarvan ontgaat mij, ik ben spijtig genoeg al in die categorie. Maar dus, de mensen gebruiken die app en hebben geen enkel idee. In dit geval was dat denk ik een Russische app of zelfs Chinees. Ik dacht Russisch. Geen enkele bescherming wat er met die foto en alle andere informatie die online van u rondgaat. En daar moeten we niet flauw over zijn. Dat is heel wat dat daarmee gebeurt. En ik heb het al op een paar keer gezegd. Ik denk dat daar een fundamenteel probleem is. En dat is waarom wij ook zoveel inzetten op sensibilisering. Wij zijn met 70 man, de HP is met 100. Zelfs als wij alle privacy toezichthouders bijeentellen, komen we nog altijd niet aan de helft, voor alle duidelijkheid. 180, hè. En ze willen groeien tot 480, dus ambitie is een goede zaak. Maar wij kunnen zelfs met alle privacy toezichthouders samen niet alle verwerkingen controleren. Wij verwachten, er zal ook een zekere waakzaamheid van burgers nodig zijn. En daarom proberen wij burgers te sensibiliseren over reële risico's. Wij willen burgers niet bang maken, maar de burgers moeten ook wel op tijd zelf eigenlijk ageren. En vandaar dat publicatie van DPIA's, graag, hè, maar in de AVG staat dat ons DPIA-advies dat we zouden geven, dat een advies aan de verwerkingsverantwoordelijken is. Dus mogen wij dat wel publiceren? Dat weet ik al niet meer. Maar dat debat moeten we wel hebben en die sensibilisering. De burgers zijn onze... Wij zijn er voor hen, hè. En ik hoop dat zij daar ook van wakker liggen. Ik ben daar diep van overtuigd, anders zou ik deze job niet doen, denk ik. Maar sensibilisering, daar zetten wij ook hoog op in, absoluut. Maar ik vind dat de pers dan ook gesensibiliseerd moet worden. Hè? De pers zelfs, de journalist die in de tijd schrijft, de Big Brother als eerste woord, je moet toch ook een beetje meer informatie zoeken, hè, over het project, zoals Niels zegt. Dus ik ben eens met jou, maar ik vond het een beetje extreem. Als communicatiewetenschapper, sorry. Ik denk, we moeten misschien
Ja, maar hij gaat nog eventjes antwoorden, dan zullen we het hebben. Ik zal het heel kort houden. Ik heb een keer ergens geroepen, wees niet bang, maar wees creatief. Als dat zijn, nou, dat wordt inderdaad heel snel gegriegeld en dat snap ik heel goed. Maar dat is wel de kern. En leg het niet, want al heel vaak wordt er naar gekeken naar toezichthouders, van ja, we moeten het jullie uitleggen. Nee, leg het maar eens aan Senna om de hoek uit. Leg het maar eens aan oma Annie uit. Probeer het maar eens. Als je dat niet kunt uitleggen, kun je jezelf afvragen of je wel goed bezig bent. Dus wees inderdaad creatief. Zoek naar een oplossing. Zoek naar mogelijkheden. Maar ga gewoon naar die burger toe. Probeer het uit te leggen. En als je het weet uit te leggen op een goede manier, prima. Dan heb je blijkbaar een goede communicatiestrategie. Weet je het over te brengen. En doe je misschien ook iets wat goed is. Maar probeer dat vooral eens uit te brengen. Of probeer dat te doen en toe te passen. En daar gaat het volgens mij heel vaak mis. Het is heel leuk dat je aan de toezichthouder wil voldoen. Vinden we prima. Maar het gaat vooral om die burger. Die is uiteindelijk de dupe. Dienstgegevens belanden op allerlei plekken. Daar gaat het om. Probeer het daar uit te leggen. En als je een focusgroep of hoe je het ook noemt voor 100 mensen hebt gehad. Die vinden het allemaal perfect. Het loopt nog uit de hand. Dat kan, maar dan moet je het ook durven. En dan moet je het durven verdedigen. Maar als je het niet durft te verdedigen of niet kunt verdedigen. Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Het eens te meer het belang van burgerparticipatie aan. Ik had eerst daar, dan Pieter en dan Peggy. Ja. Dankjewel. Ik had mezelf niet voorgesteld. Ik ben Wouter Wuyks. Ik ben de DPO van de stad Leuven. Sorry. <Ja. laughs> Dus ik wou even vragen of dat er op een of andere manier duidelijkheid is over wanneer het goed genoeg is. Ik kan als DPO wel heel veel kritische vragen stellen aan de besturen waarvoor ik werk. Ik krijg altijd antwoord, ik krijg heel veel antwoorden en er wordt heel veel uitgelegd. Maar wanneer is het goed genoeg? Wanneer kan ik zeggen, op dit moment zijn we safe, om het zo te zeggen. Wanneer zitten we goed om, bijvoorbeeld, hoe kunnen we naar de burger gaan en zeggen, voilà, we hebben genoeg gedaan. We hebben 100 mensen gesproken, we hebben 1000 mensen gesproken. Wanneer is het genoeg? Wanneer is het in orde? Ik merk zelf dat de sensibilisering is heel belangrijk. En ik vind goed dat David dat hier nu net heeft bevestigd, dat de GBA daar ook hard aan werkt. Dat doe ik ook als DPO. Dat doet de stad ook in zekere zin. En er wordt intern ook heel veel tijd en energie aan besteed. Maar het blijft nog altijd heel moeilijk. Hè. Privacy is niet meetbaar. Privacy is niet vaststelbaar. Is niet kwantificeerbaar. Dus we kunnen moeilijk spreken van een bepaalde grens, een meetbare grens waar dat we over zijn gegaan of waar dat we net onder zijn gebleven. Wat dat we zien, en dan zie ik jullie rol daarin, wat dat we zien is dat we ergens blijkbaar toch een grens zijn overschreden vanuit de stad Leuven. En dat tot gevolg heeft dat we dan een inspectie krijgen, wat ik terecht vind, en terechte vragen ook. Maar het blijft dan, het cruciale punt blijft dan, wanneer is het goed genoeg? Wanneer hebben we gedaan wat we moeten doen? Ja. Ja, hier is het misschien wel makkelijk als de Nederlandse toezichthouder het antwoord voor ze neemt. Maar dit is een hele goede vraag. Het gelijk ook even de allermoeilijkste om te beantwoorden, want die is eigenlijk niet goed te beantwoorden. Ik zou persoonlijk zeggen, op het moment dat je als DPO, maar vooral ook als verwerksverantwoordelijkheid durft te verdedigen. In de media, richting burgers. En je denkt, nee, we staan hier gewoon, dit is voldoende geweest, dit is goed geweest. Dan denk je dat je goed zit. Maar het gaat heel erg om natuurlijk die rechtmatigheid. Maar ook het gevoel, hebben we hier ethisch gezien ook het juiste gedaan. En dat is niet kwantificeerbaar. Dat is inderdaad heel erg moeilijk. Tegelijkertijd denk ik dat je wel kunt kijken, gebeurt dit vaker? Is dit iets wat vaker misgaat of niet? Dus dit is juist iets, als je dit gaat evalueren als organisatie, kun je kijken, waar is het hier fout gegaan of niet fout? Ik wil niet zeggen dat het fout is, maar waar is het voor ons? Wij zijn niet blij met die afloopsorganisatie dan. Waar is het dus voor ons als organisatie misschien anders gegaan dan we dachten of wilden of fout vinden misschien? Dat is een evaluatie die, als ik in een organisatie zou zitten, zou willen doen. En daaruit kun je leren. Datzelfde doen andere gemeentes. En gemeenten hebben onderling nog niet altijd voldoende lerend vermogen om met elkaar verder te komen. Dus ik zou zeggen, deel dit als informatie met andere gemeentes. Deel deze ervaringen.
En probeer als gemeentes onderling te kijken, kunnen we van elkaar leren, kunnen we onze, ik zeg niet dat het een misstap is, maar van onze problemen, hobbels die je onderweg tegenkomt, leren, om een stap verder te komen. En dan gaat het over allerlei vlakken, over rechtmatigheid, maar ook communicatie met de burger, wat komt goed over, welk woordje moet je gebruiken, dat kan allemaal uitmaken. Ik denk dat daar een beetje de clue zit. Maar wanneer het goed genoeg is of wanneer het verdedigt, ja, dat is inderdaad heel moeilijk. En dat maakt een positie als DPO ook echt een hele moeilijke positie. Ja. Daar wilde ik inderdaad nog wel even op aanvullen. Want ik vind het toch wel een bijzondere vraag die vanuit een FG wordt gesteld. Want ik denk, wanneer doen wij het goed genoeg? Ik denk wel, kijk, een FG is natuurlijk de interne toezichthouder. Die kan, wil ik nog wel even benadrukken, niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat een gemeente doet. Dat is ook iets waar wij als toezichthouder wel heel scherp op zijn. Wij gaan nooit een FG daar verantwoordelijk voor houden. Dus ik hoop dat de FG ook die toezichthoudende rol blijft houden, ook in dit verhaal. Dat wilde ik wel eventjes benadrukken. En ja, ik sluit aan bij wat Gerald zegt. Kijk, wanneer is het goed genoeg? Wij zijn natuurlijk als toezichthouder vooral geïnteresseerd in naar welke documentatie heb je zelf? Welke afweging heb je gemaakt? En kun je die inderdaad verdedigen? Ik denk dat dat de kern is van het hele verhaal. En als daar iets goeds op zit, prima. Wij hebben in Nederland ook een voorbeeld gehad van een gemeente. Die is leuk met algoritme aan de slag gegaan om te kijken of er fraude kon worden gedetecteerd. Ik wil niet zeggen dat was goed, dat was fout. Maar die gemeente heeft onlangs besloten om ermee te stoppen. Omdat naar aanleiding van extern technisch onderzoek bleek dat de algoritme in kwestie niet werkte. Dat die onvoldoende in staat waren om in dit geval die fraude te detecteren. En onvoldoende verantwoord waren. Dan heb ik liever dat zo'n gemeente, nou, zegt van we trekken de stekker eruit, dan dat ze ermee doorgaan en doorgaan en doorgaan en komen met een verhaal wat eigenlijk niet meer goed te onderbouwen is. Dus dat misschien een aanvulling op wat hetgeen al is gezegd. Ik denk dat een van de elementen, als ik het zie in de dossiers die ik zie passeren, dan heb ik soms de indruk, by no means is mijn advies blijf onder de radar, doe het heimelijk, voor alle duidelijkheid. Zeker niet. Maar ik denk dat voor een aantal dingen de echt fysieke visibiliteit en het effect daarvan, een camera ergens zetten en mensen kunnen die zien en die ziet de mensen, dat vaak wordt onderschat. Dat is één. Ik zeg niet dat dat bij u zo is, maar in het algemeen. En twee, ik denk dat we in België een cameraprobleem hebben. Ik denk dat het hoog tijd is om eens te kijken. Onze camerawetgeving, die een specifieke notificatie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken voorziet, die regels bevat voor publieke camera's, publiek domein, private camera's, maar die dan geen regels lijkt te bevatten voor drones die rondvliegen met een camera, bijna letterlijk. Ik denk dat die aan een update toe is. En dat dat ook een van de redenen is waarom dat de discrepantie tussen wat de regeltjes zeggen en wat de praktijk zegt, misschien nog groter is dan bij AVG in het algemeen. En waarom dat er zoveel proactief optreden van de GBA is op vlak van camera's. Camera's zijn ook gewoon, ja, excuseer het woord, maar verdomd goedkoop geworden. Hè? Vroeger kostte dat geld, maar en ANPR-camera's nog altijd, als ik het goed begrijp, maar de doorsnee camera, hoeveel zitten er in een telefoon tegenwoordig? Dus ze zijn overal en dat is die evolutie naar de surveillance maatschappij waar we, denk ik, niet naartoe willen. In de zin van in de mate dat dat nuttig kan worden ingezet voor bijvoorbeeld criminaliteitsbestrijding, zal er misschien meer draagvlak voor zijn. Maar dus rond visibiliteit en camera's, denk ik, hebben we eigenlijk in ons land een beetje een probleem. Ik wou nog wat verder gaan op die vraag van die camera's en misschien, ja,
misschien zal dat meteen van tafel geveegd worden, want ik begreep bijvoorbeeld dat jullie in jullie rapport hadden gezegd van sowieso geen gezichtsherkenning, hè? Geen camera's met gezichtsherkenningen, maar allee, dat gaat vroeg of laat, komt dat bij smart cities, komt dat toch op uw boterham. Hè? Ik zag niet meteen waarom dat je een technologie zou verbieden en niet, hè, als je van je uitgangspunten uitgaat, van rechtmatigheid en proportionaliteit enzovoort, die zou je in principe ook op die gezichtsherkenningscamera's kunnen toepassen. Heel vaak gaat je dan in de problemen komen. Hè. Heel vaak zal het niet proportioneel zijn, zoals dat betalen van die schoolmaaltijden. Maar bijvoorbeeld, elke zaterdag en elke zondag moet er aan elk voetbalstadion in België moeten er 5, 6, 7 spotters, mensen, zich anoniem tussen het volk begeven. Die hebben op voorhand de 20 hooligans, de foto's van de 20 hooligans die daar een plaatselijk stadionverbod hebben gekregen. Die moeten die van buiten leren hoe dat die mensen eruit zien. En die moeten dan in de mensenmassa proberen die mensen te spotten. Ja? En als ze zelf gespot worden, die spotters, dan worden ze vaak in elkaar geslagen. Ja? Dus je kunt zeggen, oké, subsidiariteit, hè, zelfs als je dat principe aanvaardt, misschien wat moeilijk. Wat zou er mis zijn met camera's met een bepaalde functionaliteit van gezichtsherkenning die geen beelden kunnen opslaan, die niet proactief iedereen gaan proberen te identificeren, maar waar dat je op voorhand die 20 foto's gaat inladen van die mensen naar wie ze op zoek moeten gaan en die proberen te identificeren. Ik probeer maar een case te vinden, hè, waarbij dat je aan die voorwaarden zou kunnen voldoen. En ik ben gewoon benieuwd eigenlijk, hè, dat soort van netelige, stekelige cases. Je krijgt dat ten eerste, krijg je dat nooit uitgelegd aan de bevolking. Hè. Wij doen zelf jaarlijks de Smart City Meter. Als je vraagt, mogen er overal camera's hangen? Iedereen zegt ja. Zeker als je daarvoor een vraag hebt gesteld over veiligheid. Mensen caren niet over camera's. Als je vraagt naar gezichtsherkenningscamera's, dan zakt die aanvaarding ineens tot onder de helft. Hè. Dus dat is sowieso iets waar iedereen, en terecht, hè, een grote schrik van heeft. Maar wellicht zijn er, hè, als je je uitgangspunten ernstig neemt, zijn er wel een aantal manieren te vinden en mogelijkheden te vinden om dat wel op een correcte manier in te zetten. Of niet? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Er zitten twee dingen die hier door elkaar gaan even. We hebben in het rapport zelf, in het Smart Cities rapport, niet gepleit voor een verbod op gezichtsherkenning. Dat hebben we als EDPB, dus als gezamenlijke Europese toezichthouders, in een opinie geschreven. Die gaat over de AI-regulering, de AI-act in Europa. Daarin hebben we gezegd, als je het serieus neemt wat je hierin schrijft, dan zou je in het verlengde hiervan ook moeten kijken naar een verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Maar dat staat los van de AVG, staat los van smart cities. Maar het is wel de denkrichting het enige hetzelfde. Het probleem wat wij zien met gezichtsherkenning is dat het een hellend vlak is. Voor je het weet sta je in de kantine op school af te rekenen met gezichtsherkenning. We weten dat ICT-systemen op scholen niet altijd even degelijk zijn. Waar belandt die data op een gegeven moment allemaal? Het gaat vrij snel. Dus ik denk dat we allemaal over eens zijn. We moeten streng zijn daarop. We moeten streng voor beoordelen, is dit iets wat je wel of niet wilt. Vervolgens zit er dus ook een politieke discussie achter. En dat is eigenlijk wat de EDPB ook heeft proberen aan te zwengelen. Wat vinden we als Europa, dus via de politiek, wat vinden we als Europese burgers met z'n allen, wat moet kunnen en wat niet moet kunnen? Misschien vinden we inderdaad het voorbeeld van de hooligans of van het ontvoerde kind op een vluchthaven, vinden we dat moet kunnen. Dat kan. Maar dan moeten we wel met z'n allen politiek een oordeel over gaan vellen, denk ik. Misschien vinden we ook dat het helemaal niet kan. Dat kan ook. Maar er moet in ieder geval hier een standpunt op worden ingenomen. Dat helderder is dan de ambiguïteit die de regels nu af en toe gebieden. Want de AVG laat bijna geen ruimte. Maar toch wordt er veel ruimte gezocht en zien we het opduiken op plekken. Nou, het is inderdaad wat de collega al zei. Af en toe durf je de krant niet open te slaan. Want dan denk je, dan ga ik weer aan het werk. Want wat er nu allemaal voorbij komt, je durft het niet te verzinnen. Dus het is een beetje het terugduwen op een beweging,
om uiteindelijk misschien de technologie te redden voor de use cases waar we als samenleving van vinden dat het wel op ingezet moet worden. En ik denk dat dat niet per se de schoolkantine is, maar misschien wel gevaarlijke personen of gezochte personen. Het kan van alles zijn. Maar het is eigenlijk meer die politieke discussie starten. En uiteindelijk komt het wel terecht, precies wat er gezegd wordt, op het rijtje. Als je het rijtje afloopt en de wettelijke mogelijkheden zijn, ja, dan zou het wellicht kunnen. Dat kan. Maar het is vooral eigenlijk om die discussie te starten. En ik denk dat die discussie, zoals we hem hier ook voeren, heel belangrijk is om te kijken, wat willen we nou wel en wat willen we nou echt niet? Daar zit de grens. We gaan proberen stilletjes aan af te ronden. Ik zou nog een laatste vraag willen, tenzij je echt... Ja? Oké. Dan een hele korte gewoon. Er is ook een... Het gaat over gegevensbescherming. Dat gaat niet alleen over privacy, maar ook gewoon over kwalitatieve verwerkingen. En een van de vragen bij gezichtsherkenning is ook in welke mate is die technologie voldoende geavanceerd, gesofisticeerd en betrouwbaar. Er gaan false positives zijn. Als we iedereen die een stadion binnenloopt gaan scannen en face recognition proberen toe te passen om te kijken of er hooligans zijn, gaan er elke avond vele tientallen, misschien honderden mensen uitgepikt worden. Dus als potentiële hooligans die dan apart gescreend gaan moeten worden. Daar is een impact op mensen die helemaal niets te maken hebben met hooliganisme. Dat is niet eens een zuiver privacy probleem, maar dat is wel een sterke negatieve impact die de introductie van dit soort technologieën gaat met zich meebrengen. Er is ook, en die artikelen die hebben we allemaal gelezen, de component dat voor sommige delen van de bevolking, rasgebonden onder andere gezichtsherkenning, veel beter werkt dan voor anderen. Voor blanke mensen van een gemiddelde leeftijd werkt gezichtsherkenning relatief goed. Daarbuiten begint de efficiëntie snel naar beneden te gaan. Te kijken naar de mensen die hier in het panel zitten. Misschien zijn wij niet zo gestresseerd over de kwaliteit van de gezichtsherkenning, maar dat is omdat wij er niet als het meeste uitgehaald zullen worden. Andere mensen wel. Daar hebben we ook een verantwoordelijkheid voor. Plus inderdaad die hele vraag van, ja, wat als het dan wel goed werkt? Dan gaat men inderdaad met de volgende stap komen. Waarom alleen voetbalstadions? Zijn voetbalstadions zoveel belangrijker? Waarom niet scholen? Moeten we de kinderen op scholen dan niet beter beschermen dan voetbalstadia? Dus die ja-nee-vraag die kan evolueren met de tijd. Dit moment dat men hier nu heeft gezegd, we gaan dat voorlopig niet doen, omdat we zien dat de risico's en de gevaren die eraan vasthangen te groot zijn. Niet alleen op privacyvlak, maar ook gewoon op kwalitatief vlak. De betrouwbare, kwaliteitsvolle gegevensverwerking is niet gegarandeerd. Vind ik op dit moment minstens een verdedigbare afweging. En ik denk dat dat ook belangrijk is om dat mee te nemen in dit soort discussies. Dankjewel. Ik ga hierbij afronden. Heel veel dank aan de panelleden voor deze super interessante discussie. Heel veel dank aan het publiek hier en thuis, online of elders voor de vragen. Ik vond het alvast een zeer voer voor verdere discussie. Hopelijk dat we nog discussies en debatten hierover kunnen hebben. Ik wil nog als laatste, naast degenen die geparticipeerd hebben in het panel, ook nog eventjes mijn collega's bedanken voor het opzetten van dit evenement. Zijn de Athena Christoffi, Jonas Breuer, Ellen Wouters en Pieter Duisburg. Dank voor de fijne organisatie. En ik hoop jullie allemaal terug op een volgende evenement van Spectre en of de kenniscentrum te zien. Dank jullie wel.